Mensen die op deelnemen, klik nou. Ik heb er weer iets. Hey, deze moet je hebben. Welkom allemaal. Welkom bij het webinar of de COP-bijeenkomst, beter gezegd, over afvalwaterprognoses op 8 februari. Het verzoek is of jullie voor zover nog niet gedaan je geluid willen muten. Vragen zijn meer dan welkom tussendoor. We hebben tijdens de komende 2 uur meerdere blokken waar we ook uitgebreid ruimte hebben voor vraag en antwoord. Dus spaar je niet, zou ik zeggen, want het is juist een bijeenkomst bedoeld om kennis te delen. Achter de knoppen zit Kees Broks, die deelt voor ons de slides. Ik ben Maarten Klaassen en ik mag vandaag de sessie voorzitten. En ik doe dat namens, en wij doen dat namens het, de organisatie eigenlijk van deze Community of Practice afvalwaterprognoses met een regieteam en een kerngroep. Jullie zullen meerdere sprekers van hun vandaag zien langskomen. Het mooie is dat we alle waterschappen vertegenwoordigd hebben, zowel in deze Community of Practice, maar ook vandaag aanwezig zijn alle waterschappen en nog een hele set meer mensen. Dus welkom allemaal. Sommigen zijn bekend, zijn diep ingevoerd, zitten in de projecten. Anderen komen misschien net kijken met wat is dit voor een club. Dompel je onder, want je krijgt in het eerste half uur zeg maar een korte spoedcursus van waar zijn we mee bezig. En daarnaast staan er 2 interessante projecten op de agenda. Kees, misschien als jij de volgende slide kan ik jullie hierin meenemen. We krijgen onze gastheer vandaag, Fred Klein-Wolthuis, met een indrukwekkende lijst met allerlei afkortingen. Gaan we zo dadelijk op in. Die neemt ons mee in het programma. En daarna hebben we een half uur de tijd ook over de ontwikkelingen in dat programma te spreken met verschillende sprekers. Stap voor stap nemen Bert Palsma, Wijnand Turkensteen, Emiel Hartman, Ronald van der Heijden en Anneke Spijker jullie daarin mee. Van wat speelt daar, waar gaan we naartoe? Vragen zoals gezegd, zet ze in de chat, stel ze tussendoor. Maar aan het eind van dit blok hebben we ook daarvoor nog volop ruimte om je vragen te stellen. Rond 15:40 gaan wij naar Melle Eikelkamp en Jonathan om daar veel meer te horen over het project Data Science. En na die presentatie hebben we een korte pauze. Als ik de volgende slide mag, Kees. En een korte mini-break, zullen we maar zeggen, om even de koffie erbij te schenken, de benen te strekken of iets anders nuttigs te doen of gewoon belangrijks te doen. Maar daarna komt Rien de Ritter en Valerie Demetrias, Triades van Royal Haskoning, ons meer vertellen over een analyse-tool die gemaakt is voor rioolvreemd water en discrepantie. Ook een van de mooie resultaten uit dit programma. En tenslotte kijken we ook nog even met Fred, die dadelijk mag openen, terug op, ja, wat heeft ons dit nou opgeleverd? Waar kijken we op terug? Maar ook, hoe gaan we verder? Wat voor sessies zitten er nog aan te komen? Welke projectresultaten verwachten we nog? En verwachten jullie ook nog vooral? Inmiddels zitten we bijna op de 70 deelnemers. Nou, dat voldoet aan de prognose, zullen we maar zeggen. Dus welkom allemaal. Ik wilde graag welkom heten als eerste onze gastheer vandaag en eigenlijk daarmee ook een belangrijke partner in crime, zullen we maar zeggen, voor de afvalwaterprognoses. Fred Klein-Wolthuis, waterschap Noorderzijlvest. Jij bent daar manager afvalwaterketen en digitale informatie. Een mooie combinatie lijkt me. Maar daarnaast ook nog actief in de VVZB, het UO en de PC WATCAT, wordt het ook nog wel eens afgekort. Een aantal afkortingen die eigenlijk staan voor landelijke overleggremia. De Vereniging van Zuiveringsbeheerders, het uitvoerend overleg waterketen van het Waterschapshuis en de programmacommissie waterketen van de STOA. Een mooi lijstje zou ik zeggen. Jij hebt wel overzicht en misschien ook wel zicht op waarom prognoses nou belangrijk zijn. Kun jij daar nog iets over toelichten? Waarom is het nou van belang dat wij hier onze hersens op kraken en onze... Toch mee bezig zijn. Ja, dankjewel Maarten. Nee, ik denk, je staat een lijstje, hij is nog niet compleet, maar ik denk dat er een hele mooie combinatie zit in de diverse commissies waar ik zit, maar ook in mijn functie bij het Waterschap Noorderzijlvest, waarin je de link legt tussen de business en de hele digitale transitie waar we voor staan. Nou, ik denk dat dit ook een mooi voorbeeld is waar je juist die relaties met elkaar kunt leggen.
Daarnaast ben ik ook nog voorzitter van het Landelijk Platform voor Medicijnrestenverwijdering. En nog wel een aantal andere, maar met name de link tussen de Unie, het Waterschapshuis en de STOA. En ik denk dat dat ook de mooie combinatie is die we met elkaar kunnen maken. Nou, waarom deze? We zijn hier natuurlijk al een tijdje mee annex. Ik denk dat we zo'n beetje in 2020 begonnen zijn om hier eens naar te kijken, naar de afvalwaterprognoses. Je ziet het ook veel terugkomen in de regionale bijeenkomsten die ook wel bekend staan onder de naam van samenwerking in de waterketens die we hebben, waarin dit onderwerp ook vaak naar voren komt. Waterschappen in zijn volledige omvang, kun je toch zeggen, staan we voor mega uitdagingen de komende jaren. Klimaatadaptatie, klimaatveranderingen die plaatsvinden. En wat is daar nou de impact van op onze afvalwater aanbod? Maar ook medicijnrestenverwijdering. Wat krijgen we nu allemaal te zien in ons afvalwater? Je ziet ook de laatste ontwikkeling die we recentelijk meegemaakt hebben door COVID. Dat er ineens belangstelling is vanuit het RIVM. Om te kijken van, goh, kunnen jullie toch vroegtijdig signaleren wat er in het afvalwater zit. Dus al die zaken bij elkaar, zit er enorm veel data. Nou, hij wordt ook wel eens genoemd brown data. Nou, hij is denk ik heel mooi van toepassing op de afvalwaterketen. Bruin. Nou, vul het voor jezelf in wat je daarvoor de invullingen kunt geven. Maar de brown data is meer bedoeld om overal data te zien. Ja. Maar we hebben ook de transitie natuurlijk van de energie- en grondstoffenfabrieken. Als wij dus niet weten wat krijgen wij binnen. En ook COVID heeft daar andere inzichten in gegeven. Ik zeg het ook wel eens in het gebied. We hadden net in het voorgesprek er al even over met wat zie je nou aan ontwikkelingen in gebieden. Maar bijvoorbeeld in de randen van Nederland, om het te zeggen Zeeland, maar ik praat nu even namens Noord-Nederland. Als je kijkt, 10 jaar geleden was onze verwachting bevolkingskrimp in Noord-Nederland 20%. Mm-hmm. Door de nieuwe COVID-ontwikkelingen, ja, maakt het niet meer uit waar je woont, want je doet toch veel vanuit huis. Wij Noorderzeilvest zit helemaal in Noord-Nederland, hoger kun je niet. Maar we hebben veel mensen uit het midden of uit Amsterdam die gewoon bij ons in dienst zijn. Dus je ziet nou ineens dat wij, waar we eigenlijk af wouden gaan schalen voor de zuiveringen en ook onze investeringsvolumes, zie je dat daar nu ineens een andere ontwikkeling gaande is. Had je dat kunnen voorspellen 10 jaar geleden? Nee. Had je dat 7 jaar geleden kunnen voorspellen? Nee. Dus je ziet dat daar een hele andere ontwikkeling komen. Hoe ga je daar dus op inspelen? Nou, dat even van waarom een goede afvalprognose, hoe wij onze investeringsvolumes de komende jaren willen doen. En die zijn immens, denk ik, voor de waterschappen. Maar ook voor gemeentes met rioleringsplannen die ze hebben. Voorheen was het natuurlijk een ambitieuze wethouder. Die had natuurlijk enorme rijkwijdtes voor de groei van zijn gemeente. Nou, dan zien we toch wel dat we daar veel beter op in kunnen spelen. Maar dan heb je wel al die data voor nodig. Ja, daarom ook de afvalwaterprognoses. In klein comité zijn we daar natuurlijk al wat langer over aan het nadenken. En ik denk dat we op deze manier veel meer betrouwbare informatie tot onze beschikking kunnen krijgen. Geweldig. Hierin noem je eigenlijk al een heel veel groter palet dan de klassieke prognose zoals die eigenlijk gemaakt wordt, hè, voor het schatten en het analyseren van het afvalwateraanbod. Ja, ja. Is het daarbij ook van belang dat je die landelijke samenwerking meer en meer opzoekt? Of kun je dit ook nog wel eigenlijk als waterschap zelfstandig? Nee, ik denk echt dat het noodzakelijk is zelfs. En de urgentie komt ook. Nou, ik denk dat echt heel snel gaat. Zul je dit echt in gemeenschappelijkheid met elkaar moeten doen? Dit kun je niet als een waterschap in de regio Noord, Zuid, Oost, West, zou je dat kunnen doen. Dit is
en blijft een landelijke ontwikkeling, maar die je ook samen moet doen met je andere ketenpartners, als waterbedrijven, maar ook de gemeentes en andere instanties en kennisinstituten. En heeft dat met kennis of de dynamiek van de ontwikkelingen te maken? Of misschien juist wel met de oplossingen, hè? Waar je zegt, nou, je kunt dat één keer nationaal goed afspreken, dan ben je gewoon klaar. Dus... Ik denk dat dat voor alle facetten geldt. Okay. Je kunt het niet alleen. De kennis, ik denk dat er binnen de waterschapswereld ontzettend veel kennis aanwezig is. Maar dit kun je alleen in gemeenschappelijkheid kun je naar een oplossing toe werken. Ja, mooi. En dan is het ook mooi om te noemen dat we hier met al die waterschappen samen zijn. En dat dit programma wat jij al noemde, hè, dat zijn we in 2020 gestart. Deze eerste fase laat ook nu zijn vruchten zien. Hè. Er zijn veel mooie resultaten waarvan we in ieder geval 2 inkijkjes vandaag krijgen. Daarvoor was al geruime tijd een community of practice op stoom aan het geraken. Dat is nog steeds de drijvende kracht hierachter. Waarom? Kijk, als je nu vooruit kijkt, hè, waarom is het dan van belang om ook door te gaan met zo'n programma in die gezamenlijkheid? Hè? Waarom is het dan, blijft dat van belang om daar dus samen de schouders onder te zetten? Nou, persoonlijk, maar gelukkig meerdere mensen met mij geloven in die gemeenschappelijkheden. Ook die kennisuitwisseling die je daar met elkaar hebt. En wil je dit programma tot een volwassenheidsfase brengen, dan zul je elkaar daar heel hard in nodig hebben. Ja. En dat is ook de kracht, denk ik, van de waterschappen, om juist die kennis te bundelen en dan ook in zo'n community of practice, waar dat bij elkaar komt. En ook van elkaar kunt leren daarin. Heel goed. Waar hoop jij op aan het eind van vandaag? Want we spreken elkaar nog even over een kleine 2 uur. Ja. Wat hoop je dan gehoord te hebben? Of wel, laat je je verrassen of meenemen? Of denk je nou, Nou, ik ben met name benieuwd van de interactie die zometeen plaats gaat vinden. Ook met de mooie voorbeelden die zometeen in deze 2 uur voorbij zullen komen. En ook wat men ons mee wil geven waar we rekening mee kunnen houden. Dus met name de interactie die zometeen gaat ontstaan. Hartstikke goed. Nou, welkom. Dank voor deze aftrap. Saskia die begon al... Saskia Hothuizen zei al, hey, hij staat nog steeds op dezelfde slide. Ja, dat is ook om deze mooie nieuwe layout even aan jullie te tonen. Maar het klopt, wij gaan nu door met ons programma. En ik wilde graag introduceren Bert Palsma, onderzoekscoördinator bij het waterschap. Of bij het waterschap, zou moet je mij horen. Misschien, er wordt zo intensief samengewerkt bij STOA. Bert, wil jij ons eens meenemen in dat programma tot nu toe? Hè? Waar komen we vandaan? Maar misschien ook, hè, waar werken we aan? En je geluid moet nog eventjes aan. Ja, dank je. Dank je, Maarten. Je verspreking is eigenlijk alleen maar goed. Want als dit, los van de inhoud en het doel en de mensen, als dit programma nou één uniek iets heeft, is dat voor het eerst STOA en het Waterschapshuis op programmaniveau aan de voorkant samen aan het werken zijn. Dus niet eerst STOA heeft iets fantastisch uitgevonden en daarna komen we bij UO en bij Anneke langs van hey, zou dit niet een business case mogen worden en dan A, B dan een hoop tijd en B een hoop geld verder. We zitten hier aan de voorkant samen te programmeren, samen dingen te ontwikkelen waar een kennispoot aan zit, een ontwikkelpoot aan zit en waar een beheerspoot aan kan zitten. En zodra die beheerspoot ook maar om de hoek komt kijken, haakt STOA af en is het Waterschapshuis aan zet. Dit ingewikkelde figuur ga ik niet helemaal met jullie doorlopen, maar in het paarse vierkantje in het midden staat het programmaplan. Want dat is een breed scala van projecten, producten, bijeenkomsten en in het paars daarboven de organisatie met aan de linkerkant de waterschapshuislijn en aan de rechterkant de STOA-lijn met als hoogste bestuur van STOA en opdrachtgeverstafels van het waterschapshuis. En eigenlijk maakt het allemaal geen fluit uit, want het gaat allemaal over waterschappen.
Deze club wordt gedragen door alle waterschappen en dat is het grootste belang. Alleen hebben we een paar onderverdelingjes in lijnen gemaakt en die proberen we hier bij elkaar te brengen juist. Aan de rechterpoot, de okerkleur, zien jullie een aantal software systemen die nu al, waar nu al over beheer nagedacht wordt of waar, dat al, waar al, daar al sprake van is. Geodin, de BGT inlooptool. Dus de inlooptool van regenwater in de riolering en vervolgens dus de inloop van regenwater naar de zuivering, afvalwaterzuivering. Typisch beheerspoot in dit programma. Rechts onderaan het roze gedeelte, de vernieuwing, daar komt Melle dadelijk nog op terug. Dat is bijvoorbeeld data science, maar het slimmer benutten van BAG en BGT enzovoort. Daaronder in het geel datalevering en kwaliteit, zaken als omgaan met privacy, bedrijfslozingen die heel slecht in beeld zijn bij bijna alle waterschappen, BGT inlooptool ook nog weer een keer. Maar een heel mooi succes van de afgelopen anderhalf jaar is het verrijken van de polygonen met CBS bevolkingsgegevens. We weten nu welk afvalwater er naar welke zuivering gaat. En dat klinkt heel triviaal, maar dat was slecht bekend. In blauw processen en methoden. Vergelijking, hoe pakken verschillende waterschappen dat nu aan en kunnen we daar lijn in brengen. Bijvoorbeeld met die benchmark waar Rien het dadelijk nog over gaat hebben. En in het groen, de sessie waar we nu voor bij elkaar zitten, is de gemeenschappelijkheid, het kennis delen, het ontwikkelen, het bij elkaar in de keuken laten kijken. Dat is een belangrijk element. Mag ik de volgende alsjeblieft, de volgende sheet. Fred heeft het al gezegd en ik ga er nog iets verder op in, zonder hopelijk gras voor voeten weg te maaien. Verbinding is cruciaal. We zitten hier, we moeten niet in de gangkast, en dat hebben we ook niet gezeten en dat gaan we ook niet zitten. We moeten niet in de gangkast prognoses gaan ontwikkelen en slimme dingen gaan doen. We moeten aanhaken bij EFGF waterfabriek, aanvullende zuivering van medicijnresten, afnameverplichting, afname overeenkomsten. Dat is typisch zo'n voorbeeld dat Fred noemde. Er komen meer mensen in onze gemeente of in onze zuiveringskring. Kunnen we met dezelfde infrastructuur, dezelfde transportleidingen daar misschien toch zaken mee doen? En hebben we geen uitbreiding van die infrastructuur nodig? Dan moet je echt de goede data hebben, de goede analyse hebben en kijken wat voor maatregelen er mogelijk zijn. Buitengebied is er zo een infrastructuur die 30 jaar geleden aangelegd is en aan het eind van zijn Latijn is. Leggen we daar hetzelfde voor terug, ja of nee? En wat voor consequentie heeft dat voor het afvalwateraanbod? Ja, rioolwatersurveillance is genoemd. Het is zo breed, onderling discussiëren we wel eens of het woord prognose nou goed is. Want het gaat niet alleen maar om vooruitkijken. Het gaat ook om het analyse van het nu, een nowcast of hoe je het wilt noemen. Je wilt je systeem begrijpen om investeringen, ontwikkelingen enzovoort bij te benen. En dat is niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook gewoon het nu, het dagelijks begrijpen van wat er aankomt en waar het vandaan komt. Nou, zonder hopelijk te herhalen, zaken als die BGT inlooptool en inlooptabel zijn afgelopen 2 jaar samen met Rionet, samen met gemeenten, waterschap en Stichting Rionet zijn die een grote stap verder gebracht, waardoor je sneller en eenduidiger en beter kunt schattig kunt berekenen hoeveel water er naar regenwaterriolen en gemengde riolen gaat, dus naar de rioolwaterzuivering. En dit is zo'n typisch onderwater ding. Dit scheelt gewoon heel veel tijd en heel veel geld en heel veel kwaliteit als dit op één manier gebeurt. Alle gemeenten en alle waterschappen op dezelfde manier. Want je kan je data makkelijker overnemen. Je bent minder tijd ben je kwijt om van het ene systeem naar het andere systeem te schakelen. Dit scheelt gewoon kwaliteit en geld als we dat met z'n allen gaan doen. Bedrijfslozingen is er eentje. Die hebben we wel wat aan gedaan. Gaan we nu verder kijken in PFAS perspectief. Want bedrijven blijken een belangrijke bijdrage en een onvoorspelbare bijdrage aan PFAS in het afvalwater te veroorzaken.
En we gaan dat verbreden samen met mensen als Edith Krieger naar breder, zeer zorgwekkende stoffen. Wat komt er waar vandaan als we naar de zuivering kijken? Seweerspolygonen heb ik het over gehad. Toerio, vreemd water en discrepantie gaat Rien het over hebben. Verbindend element is wat mij betreft nu datakwaliteit en doelen. Al die diverse doelen hebben verschillende data nodig en daar schort het nogal eens aan. Wat voor data kun je gebruiken om de juiste analyse te maken? Ook in Z-Info, ik durf iedereen uit te dagen, zit er nog wel eens wat... Ja, natuurlijk staan er getallen in, maar zijn die bruikbaar voor de analyse die je wil maken? Waar komen ze vandaan? En mag ik ze gebruiken? Kan ik ze gebruiken? Wat voor consequentie, wat voor fouten enzovoort? En dat hoeft niet gelijk 100% goed, maar je moet een idee hebben of het 80% goed is. Of misschien wel 90% goed. En volgens mij hebben we dat idee in veel gevallen niet. Als laatste een oproep, want we moeten gaan verbinden. En dat is ook de reden waarom Fred hier gelukkig nu bij zit. En Fred blijft erbij. We zitten aan een stuurgroep willen we organiseren. Waar Fred een belangrijke rol in zal hebben. Maar waarmee we... STOA, Waterschapshuis, VVZB, rioleurs, zuiveringstechnologen sterker aan elkaar willen verbinden om al die ontwikkelingen te kunnen faciliteren. En dat kunnen wij proberen te organiseren en dat gaan we ook doen. Tegelijkertijd is het een oproep aan jullie allemaal, waterschappers of rioleurs, want het zullen vooral rioleurs zijn die hier aan tafel zitten. Praat met je zuiveringstechnologen, praat met je gemeenten, praat met je hydrologen en kom uit de gangkast, alsjeblieft, zoek elkaar op. Er is geen energie- en grondstoffenfabriek zonder een rioleur, werkt niet. Medicijnrestenverwijdering zonder goede prognoses is zonder geld. Een waterfabriek zonder waterbalans, waar ben je mee bezig? En, dankjewel. Probeer bij te organiseren, maar beste collega's, praat binnen je eigen waterschap met je collega's. Een vurig pleidooi voor die verbinding. En volgens mij is dit een mooi gezelschap om vanuit die verbinding ook daarmee door te gaan. Dankjewel Bert voor dit inkijkje, ook in het programma zoals we dat zijn gestart. Die verbinding komt dadelijk ook nog even terug bij jouw collega Everknie, Anneke Spijker, over hoe we dat willen doorzetten. Maar eerst ga ik graag naar Wijnand Turkensteen van Waterschap A en Maas. En Wijnand gaat kijken, ja, wat heb je er nou aan in de praktijk? Hè? En die grote overzicht wat Bert net heeft geschetst, hoe kun je dat nou op een andere manier bekijken? En wat zijn dan de concrete resultaten die het heeft opgeleverd? Wijnand, wil jij ons daarin meenemen? Ja, natuurlijk Maarten. Fijn om even iets toe te mogen lichten. De vorige sprekers geven al het belang aan van afvalwaterprognoses in de brede zin. En ook dat stukje verbinding. Ik denk dat Bert ook al een aantal projecten genoemd heeft. En als ik dan even voor mezelf terugkijk, dan denk ik, we zijn al nu een jaartje of twee onderweg. En ik denk dat we een stuk of, laat ik zeggen, 10 tot 13 projecten opgepakt hebben. En dat doen we vooral omdat de collega's hier in de community of practice dat gewoon belangrijke elementen vinden. En wat je ook ziet is dat de projecten die we oppakken, dat die best wel divers zijn. Dus ik denk dat het goed is om even na die twee jaar even terug te kijken van hoe zit nou de samenhang in die verschillende projecten. En ook in de doelen die we hebben met die afvalwaterprognoses. Want er zijn er ook een paar geschetst. Hoe analyseren we dat dan als waterschap? En hoe rekenen we dat dan allemaal uit? En welke data heb je daarvoor nodig? Nou, daar probeert dit plaatje in ieder geval een aanzet toe te doen. Je kunt het plaatje van boven naar beneden lezen en van beneden naar boven. Dus als je van bovenaf begint, dan denk je, ja, afvalwaterprognoses, waarom doen we dat eigenlijk, hè? Dan zie je dat daar best een divers beeld achter zit. Hoe kom je dan tot die betreffende analyses? Hoe doe je dat nou als waterschap? Welke berekeningen maak je dan? Welke tools gebruik je daarvoor? Welke data heb ik daarvoor nodig? Maar ik zelf kom vanuit meer vanuit de datakant, denk ik. Hè? Dus ik herinner me dan nog de periode dat je bij het waterschap die basisreguleringsplannen, die data, die belangrijke kengetallen in je beheersysteem aan het zetten bent. En vanuit daar toewerkt naar een soort van, wat is mijn afnameverplichting?
die data gaat gebruiken om te kijken samen met de gemeentes wat is hier nou optimaal. Dus dat is de ene kant van het verhaal, zeg maar de linkerkant. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik ben ook altijd bezig geweest om te kijken van die afspraak met die gemeente, die 60 kuub per uur, haalt het mijn gemaal dat ook? En nou ja, er zit er misschien nog rioolvreemd water in. Dus wat kan ik met mijn meetgegevens allemaal nog doen? Nou, als ik dat eenmaal af had, dan denk ik, ja, maar nou wil ik het gaan presenteren aan de buitenwereld. Hè? En doe je dat in Excel of wordt het een mooi dashboardje? En in welke mate draag ik nou bij aan de doelen van mijn waterschap? Want ja, die capaciteiten zijn belangrijk. Want er wordt het vervolggemaal op gedimensioneerd, er wordt de zuivering op gedimensioneerd. Daar wordt die zuivering misschien wel weer op gerenoveerd als we straks aan het uitbreiden zijn. Dus ik heb ook een goede doorkijk nodig naar de toekomst. Nou, dit plaatje, zeg maar even van boven naar beneden, van beneden naar boven uitgelegd. Die hebben we op de volgende slide is gelegd naast de projecten die we allemaal bij elkaar hebben gebracht in dit mooie programma. En zoals gezegd, geïnitieerd door onszelf. En laat ik dan even helemaal bovenin beginnen. Er was eigenlijk helemaal links. Er is een werkgroep geweest en die heeft een enquête uitgezet bij alle waterschappen met de vraag: jongens, hoe doen we het nu eigenlijk? Ik vind het een super titel. Dus op eigenlijk al die onderdelen van welke data gebruik je, hoe reken je nou, wat is je beleid, welke doelen streef je naar als waterschap, maar ook ja, welke dingen zou je nog in de toekomst willen gaan oppakken of welke dingen wil je in de toekomst laten vallen als activiteiten. Dus dat geeft ook een mooi beeld op welke onderdelen je zou kunnen gaan samenwerken. Nou, ik zat zelf in het groepje doelen van afvalwaterprognoses, waarbij we met een mooi clubje collega's nagedacht hebben over ja, welke doelen vinden we nou echt interessant en doen we allemaal? Welke vinden we wel interessant, maar doen we nu nog niet en in de toekomst? Welke doelen hebben we nu nog niet helemaal het snotje, maar er zijn er wel een paar heel actief mee. Hè? Dus daar zou je met elkaar kunnen leren. Dus eigenlijk een soort van het samenwerkingspotentieel naar de toekomst toe in beeld gebracht. Maar het helpt ook om focus aan te brengen voor bijvoorbeeld de komende 2 jaar. Want neem even de bovenste, de rekentool discrepantie in rioolvreemd water, waar Rien straks nog wat over gaat uitleggen. Dat is nou typisch eentje waarbij je zegt, ja, daar heb je dus een hele hoop data voor nodig. Daar heb je analyses voor nodig, dus bepaalde rekenmethodieken. Je moet data gaan ontsluiten. En doe ik dat nou als waterschap zelf? Ik heb het serieus overwogen. Of dat, is dit nou iets wat je met alle waterschappen eigenlijk in één keer voor die hele BV Nederland zou kunnen doen? Ik schat in. Dat de laatste stap, als je het landelijk doet, dat je daar sneller klaar mee bent met z'n allen dan als iedereen dat voor zichzelf gaat doen. Dus ik wacht gewoon met smart af wat dit project gaat opleveren en hoe we dat dan vervolgens kunnen implementeren. Maar ook een project gebruik van meetdata. Dat is een vraag vanuit de praktijk. Want ja, je ontwerpt een gemaal op een hoeveelheid droog weerafvoer en op een stukje regenweerafvoer. En dan zie je dat in de praktijk, die droogweerafvoer eronder ligt of erboven ligt. En wat betekent dat dan voor je zuivering? En nou, wat voor analyse kunnen we daarop loslaten? Prognoses voor de zuivering. Vaak wordt een technoloog gevraagd om een getal af te geven. Is dat dan dat ene getal, is dat dan de waarheid? Nou nee, daar zit een hele bandbreedte in. Maar meestal gaan we toch uit van die ene waarde. Het mooie is er als je gewoon een soort van bandbreedte kan aangeven op basis van een stukje onzekerheidsanalyse wat erachter zit. Nou, ik denk de pilot data science die komt straks nog aan bod. Het beheer van het waterschapshuis, super belangrijk. Dus eigenlijk alles wat je aan tools gaat bedenken en wat je niet meer zelf gaat doen, maar met z'n in gezamenlijkheid. Dat je dat laat beheren bij het waterschapshuis. Dus daar wordt nu druk over nagedacht. Ja, en als je dan nog even aan de data en bronnenkant kijkt. Kijk, we hebben nu met z'n allen onze zuiveringskringen en rioleringsgebieden aangeleverd. Ik denk in eerste instantie bij Mark Lamers. Die heeft dat allemaal netjes verzameld. En dan zie je dus dat er overlap zit tussen waterschappen. En misschien ook wel gaten. En in mijn beleving zijn de verschillende waterschappen nu druk bezig om die onderling af te stemmen met elkaar. Zodat je daar eigenlijk als landelijk één netwerk hebt van dit zijn onze zuiveringskringen. En als je dat hebt, dan kun je daar dus die CBS-kengetallen waar net over gesproken was, die kun je daaraan toekennen. En dan, ja,
dan hoef je dat niet uit al die verschillende basis-relinksplannen te halen, maar dan krijg je dat gewoon op een presenteerblaadje aangeleverd. Ja, en als je zo'n sterke basis hebt, dat zou wel zomaar weer een hele belangrijke hulp kunnen zijn voor zo'n rekentool discrepantie in real vreemd water. Dus daar waar je aan de onderkant samenwerkt op de data en het ontsluiten van databronnen, eigenlijk gewoon landelijke bronnen waar je iedereen gebruik van zou kunnen maken. Ja, dat gaat ons denk ik straks wel helpen. Dan heb je nog de gemeentelijke kant. Hè? Dus zoals ik zei, vroeger typte ik de basis-relinksplannen over. Ja, dat was typisch data die kwam van de gemeente. GWSW Kentallen is een project wat nu bij 4 waterschappen loopt. Waarbij we de kentallen van de relinksgebieden juist aan elkaar proberen te verbinden. Zodat je op een wat makkelijkere manier naar een prognose toe kan werken. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is, want dan krijgen ook die gemeentelijke partners langzaam maar zeker meer betrokkenheid bij dit project. Of eigenlijk bij dit programma. Zo is er over al die verschillende projecten een hoop te vertellen. De Club van Bedrijfslozingen, superbelangrijk, want bedrijfslozingen hebben nogal, of kunnen nogal wat invloed hebben op die afvalwaterstroom. Ja, gegevensbescherming. Gezien de tijd, want ja, sorry, de volgende slide sla ik daarmee over. En dan wou ik eigenlijk nog één ding zeggen. Hè. Dit zijn allemaal projecten waar we aan werken. Super enthousiast word ik ervan. En ik zit nu op de volgende slide hierna. Kees, en dan nog eentje verder, als het mag. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, waar vinden jullie straks nou deze resultaten? En hoe gaan we dit nou straks gebruiken om verder uit te rollen? Nou, dan wil ik even wijzen op de website stoa.nl/afvalwaterprognoses. Daar komen straks alle resultaten te staan. De eerste 3 projecten, daar zijn we nu mee bezig om dat te ontsluiten. Hoe doen we het nou eigenlijk, de BGT-inlooptool en de doelen van afvalwaterprognoses. En nou, na deze kop verwacht ik dat de rekentool discrepantie in rolvreemd water en de pilot data science daar ook op komen. Dus voor zover mijn toelichting, Maarten. Hartstikke goed. Kijk je in de keuken. En jullie zien, als we het eenmaal gaan vertellen, komt er een hele waterval aan mooie inkijkjes in de projecten die we doen. Dankjewel, Wijnand. En deze website die gaan we inderdaad steeds actiever en steeds meer vullen, omdat die resultaten nu beschikbaar komen. En dat is ook het mooie van deze samenwerking, is dat al die data en informatie zo makkelijk toegankelijk mogelijk moet worden. En dat doen we op dit moment via deze website. Maar ook via dadelijk een nieuwsbrief. Jullie zien dadelijk nog van Kees de link hoe je kan aanmelden voor die nieuwsbrief. Maar ook naar aanleiding van deze COP komt er een nieuwsbrief. Dus heb je nog niet aangemeld, je komt dat ook via Outlook link doen. Meld je aan, want daar komt steeds meer en actuelere informatie. En die verwijst ook weer naar die website. Dankjewel. Ik ga graag snel door, want we lopen inderdaad fors uit de tijd wat logisch is met zoveel inhoud. Maar Emiel Hartman, hij neemt ons mee vanuit Waterschap Vallei en Veluwe. Trouwens, alle sprekers zijn intensief betrokken, ook in het regieteam en de kerngroep van het programma. Dus ze weten waar we aan gewerkt hebben en zijn betrokken. We hebben namelijk gewerkt aan een nieuwe fase. Hè? 2 inleidingen. Bert en Wijnand die vertellen al iets over waar we vandaan komen. Waar gaan we naartoe? Dat is ook boeiend om te horen. Emiel, en daarna krijgen we een kijkje in de keuken van een illustratie die we aan het maken zijn van Ronald van der Heijden. Maar eerst Emiel. Ja, dankjewel. Er is al veel uitgelegd. En hier zie je eigenlijk de ontwikkeling van ons programma. Hè. We zijn al sinds 2018 met elkaar op weg. Aanleiding was een themabijeenkomst georganiseerd door de STOA. Wat heeft geleid tot een start van de COP eigenlijk al in 2019. Daar is toen een werkplan uit voortgekomen. En eind 2020 hebben we toen een eerste programmaplan opgesteld. Nou, die mooie ingewikkelde schema heeft Bert al met jullie uitgelegd. We hadden toen een programma van 5 sporen. En met hele mooie resultaten. Nou, daar heeft Wijnand en ook Bert Paltna jullie even mooie dingen over gezegd. En al die inzichten hebben we meegenomen in het nadenken over hoe gaan we nou de tweede fase van dit programma organiseren en vormgeven. En dat heeft ons ertoe gebracht dat we eigenlijk van die 5 sporen benadering uit fase 1 over gaan stappen naar een
andere clustering. En we gaan in het nieuwe programma werken vanuit 3 aparte clusters van vraagstukken, opgaves, om het zo maar te noemen. En dat heeft alles te maken met de data en met de rekenmethode en tooling waarmee we zijn. Dus het is 1 cluster van projecten die zich richten op die landelijke ontsluiting van de data. Dus dat gaat over welke data hebben we nodig, hoe komen we eraan, kunnen we die landelijk ontsluiten of moet je die lokaal ophalen. Dus dat gaat in dat spoor verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Dan er is er dus een cluster die zich helemaal dus focust op die uniforme rekenmethode. Hoe rekenen we aan het waas, real vreemd water, hoe rekenen we aan een prognose, wat nemen we mee, welke kentallen gebruiken we nou. Er zit dan ook een hele wereld onder, waarbij we ook dus streven naar de uniformiteit onder de waterschappen onderling. En het derde spoor is dan de landelijke online tooling, dus zoveel mogelijk slimme methodes, tooling ontwikkelen, om ons het werk makkelijk te maken en om die prognoses en andere analyses snel te maken. Nou, daar vallen eigenlijk alle lopende projecten uit fase 1. Die hebben we dus ondergebracht onder deze nieuwe structuur. En lopen deels door. Sommige projecten zijn ook klaar. Dus daar hebben we de resultaten van en die gebruiken we dan ook in deze tweede fase. Naast dat we dus een iets andere ordening hebben aangebracht, hebben we ook de sturing aangepast. We kenden voorheen, hadden we de grote community of practice met daarboven een kerngroep die de inhoud bedacht en sturing bedacht. En daar nog weer boven dan een regieteam die het budget bewaakte, de voortgang bewaakte en de lijntjes ook naar de andere gremia, onze opdrachtgevers. Dat gaan we in het programma Plan 2.0 efficiënter doen in ons idee om door de kerngroep en het regieteam samen te laten smelten. Tot een nieuwe kerngroep die dus breder samengesteld is, maar daardoor korter op de bal kunnen spelen. Dus dat is de nieuwe kerngroep en daarboven komt een bredere stuurgroep, waarin we meer relevante gremia binnen de waterschapswereld betrekken. Zodat we dus ook de mensen vanuit de ICT en de automatiseringshoek beter aangehaakt hebben bij het programma. De zuiveringsbeheerders beter aanhaken. En natuurlijk ook STOA en het waterschapshuis. Dus zo hebben we ook op die 2 vlakken zeg maar, het programma verbeterd. We denken dat we daarmee voortvarend een tweede fase in kunnen. Wat uiteindelijk moet leiden tot die nieuwe praktijk. Hopen dat ook alle waterschappen weer meedoen. Met ook die verbrede betrokkenheid. Dus niet alleen de mensen die met die afwaterprognose bezig zijn. Maar ook de procestechnologen. Ook de mensen van de ICT. Ook andere collega's die met deze data en prognoses van doen hebben. Dat die bij het programma nou betrokken worden. Nou, het plaatje wat je nu ziet is een vrij technocratisch plaatje. Maar Ronald van der Heijden die heeft daar een hele mooie infographic van gemaakt. En ik wil hem ook graag het woord geven om aan de hand van dat plaatje het nieuwe programmaplan en de structuur nog verder uit te leggen. Dankjewel, Emiel. En Ronald, neem jij het scherm over? Ik neem het scherm over, ja. Want... Even kijken. We hebben Ronald gevraagd om die 1000 woorden die wij hebben eens te gaan visualiseren, want een plaatje zegt meer dan al die woorden. En kan waarschijnlijk goed uitleggen wat we met de volgende fase willen. Ga je gang. Ja, we zien het. Ja, heel goed. De volgende fase. Nou, begin even met de aanleiding. Die is linksboven. Waar staan we nu? Nou, het asset management waar grote opgaves liggen. Wateroverlast, droogte, medicijnresten, toxische stoffen. RWZI's als grondstoffenfabriekjes. De ontwikkeling of de hele maatschappelijke trend om alles in data te vangen. Dus ook de technologische ontwikkeling en dan ook de hele ruimtelijke ordening waar we nu voor staan. Vragen dus om een nieuwe afvalwaterprognose. Het programma bestaat dan uit drie sporen die zojuist ook zijn toegelicht. Dat zijn dan de data,
de rekenmethodes en de tools. Waarbij je eigenlijk vanuit een bestaande praktijk van gefragmenteerd en velerlei oplossingen gaat naar meer universele en uniforme oplossingen. Dus data op allemaal verschillende plekken wordt landelijk ontsloten. Rekenmethodes, ieders eigen rekenmethodes, wordt gekeken naar. Dan kan je naar een uniforme en transparante rekenmethodes komen. En tools, diverse tools ook kijken of je naar landelijk ontsloten tools kan komen die ook makkelijk en onafhankelijk gebruikt kunnen worden. Onafhankelijk van adviesbureaus. Dat zijn de drie sporen die de projecten en de producten dus vormen. En dwars op het spoor van projecten en producten gaat dus ook over van alles wat je ook ontwikkelt, dat je dat ook breed uitdraagt. En dat is de oranje dwarspel, waarbij het gaat over communicatie, kennis delen, interactie, verbreden en verbinden, opleiden en implementatie. En je ziet dat die oranje pijl ook helemaal gaat over het groene vlak. En dat is dan de hele community of practice, dus de waterschappen. En waarbij je dus ook alle verbindingen onderling ziet. En het mooiste is natuurlijk als die community of practice, dat het nu de waterschappen zijn, maar dat die hele keten of die hele, hele kenniswolk, dat die wordt verbreed naar de bredere ketenpartners. En waaronder dus dan de gemeente en drinkwaterbedrijven. Dan de hele aansturing. Wat je dus ziet is dus dat de stuurgroep aan het ene tandwiel zit en de kerngroep aan het andere tandwiel. De stuurgroep met stuurtje die stuurt de regieteam aan. En wat er uit de kerngroep naar voren komt, dat wordt ook weer teruggekoppeld met de stuurgroep. Dus je ziet dat stuurgroep en kerngroep samen eigenlijk een bewegend mechanisme zijn en wat de hele boel voortduwt. Aan het einde van de drie pijlen zie je dan vervolgens de nieuwe praktijk waar dit toe moet leiden in 2024. En dat is dat je uiteindelijk tot een afvalwaterprognose komt die data gedreven is, die kleine onzekerheden biedt, waarin je dus snelheid gegarandeerd is, dus ook wendbaar bent, wateroverlast kan beperken, die gemak biedt en uiteindelijk natuurlijk ook de kostenbesparing. En daarbinnen, dus binnen die grotere doelen, dus ook dat je dus je hele assets, dat je die goed kan berekenen. En dat je dus ook het hele ontwerp, de contracten, dus dat eigenlijk de hele zakelijke kant daarmee ook accurater en specifieker, dat je daarmee om kan gaan. Daarmee heb ik dus uiteindelijk het hele programma in één beeld geprobeerd te vatten met aanleiding, hoe we er naartoe gaan en dan uiteindelijk waar in 2024 de nieuwe praktijk toe leidt. Super. Dankjewel Ronald, super. Je krijgt al applaus ook in beeld en in de chat staat er ook wat een gave. Hij is nog niet eens klaar jongens, maar hij laat wel in één beeld zien waar we eigenlijk aan werken. Dus hartstikke fijn, heel goed. Ik denk dat we hem ook voor nu eventjes zo laten van deze komt eraan. Dankjewel voor je werk. De komende week en twee weken is er feedback mogelijk. Hè? Opmerkingen, dingetjes die je mist. Zowel op het grote verhaal wat jullie net horen. Maar ook op deze tekening of andere projectvoorstellen of zaken waarvan je denkt, daar wil ik wat. Maar wij wilden dit verhaal nog even afronden door. Emiel, ik kom straks graag nog even bij jou terug. Of heb je nu nog iets toe te voegen? Want dan doen we dat nu. Anders ga ik naar Anneke. Emiel. Ja, nee. Aan dit zo'n mooie praatplaat heb ik weinig toe te voegen. Dus ga zeker door met Anneke. Ja. Goed zo. Anneke, wil jij ons dan meenemen in ook een heel belangrijk ding. In hoe gaan we hiermee verder? Want uiteindelijk moeten er ook keuzes gemaakt worden. Er moeten besluiten genomen worden over dit project. Wil jij ons daarin meenemen? Ik moet eerst even mijn excuses aanbieden, want dit is mijn legdag en de hogeschool is open, dus het is hier wat rumoerig, maar ik heb Arends een hoek gevonden, dus ik hoop dat jullie mij kunnen horen. En anders dan zet ik even het geluid uit. We hebben gehoord wat het primair proces nodig heeft, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Zij verbinden goed en nu wij nog, want wij moeten het ondersteunen. Het waterschapshuis is een middel om gewoon die verbinding ook te helpen leggen, maar vooral ook na de praktijk van de informatiemanagers, de automatiseerders, de leveranciers. En dat is gewoon een beetje een andere wereld als waar het echte werkveld vandaan komt. Het waterschapshuis werkt nauw samen met de STOA.
Dat gaat best wel, denk ik, best wel soepel. Alleen wat als het bij ons terechtkomt en het moet in beheer genomen worden, dan hebben wij best wel in binnen de gemeenschappelijke regeling strakke werkafspraken. Dus alles wat jullie hier willen realiseren, gaat bij ons naar het uitvoerend overleg, waar Fred voorzitter van is. En Fred heeft meteen de verbinding met het primair proces. Voordat Fred het te zien krijgt, als het goed is en het past in de planning, leg ik het voor aan het e-platform, waar alle informatiemanagers zitten, zodat zij ook weten, er komt iets aan, moeten wij wat regelen, of gaat dit helemaal, van tegenwoordig gaat heel veel gewoon in de cloud. Maar zij moeten het wel weten van het ondersteunde informatievoorziening van het waterschap. Dan gaat bij mij het UO zeggen, dit is een goed plan, dit kunnen we afronden, dit mag in beheer genomen worden. En dan gaan we ook voor het beheer kijken van wat moet er nu gebeuren, want wij hebben wel bij het waterschapshuis beperkingen in de begroting. Maar Fred is voor ons wat dat betreft een spin in het web. Kees, wil je ons meenemen naar de volgende slide? Want daar, Anneke, staat ook jouw toelichting waar je die al voor een belangrijk deel gemaakt hebt. Ja, van dit plan gaat bij ons dus een serieus besluitvormingsproces in. Dat heeft ook te maken met de begrotingen die de waterschappen moeten laten vaststellen, de begroting die het waterschapshuis moet laten vaststellen. Dus als wij weten wat het primair proces wil, gaan wij verbinden naar de administratieve processen van de waterschappen en van het waterschapshuis en naar de ondersteunende processen op het gebied van informatie en automatisering en leveranciers en contracten. En dat is de rol die wij invullen. Heel goed. En daarvoor is het ook belangrijk, juist zo belangrijk, dat vandaag al die waterschappen aan tafel zitten en hierin meekijken, wat komt er dan uit dat primair proces en wat heb ik dan in mijn achterban te doen? En vandaar ook die aanbeveling, hey, ga hier met je collega's over in gesprek, ook met je manager of de beslisser die met Fred aan tafel zit. Maar ook met de IT-kant, want uiteindelijk gaat het hier om resultaten die ook geborgd moeten worden in de organisatie. De volgende slide, Kees, die gaat er nog iets dieper in op wanneer dan wat besloten wordt. Want we zitten vandaag op de COP-bijeenkomst, maar hierna komen nog een paar stappen. Dus eigenlijk, dat zijn de stappen, Anneke, die jij net toelicht, hè? De programmacommissie, ja. En het uitvoerend overleg. En die stappen lijken heel bureaucratisch, maar het is echt nodig om iedereen aangehaakt te krijgen. Want we hebben allemaal ons eigen werkveld, allemaal ons eigen belang. Dus we moeten die besluitvorming heel zorgvuldig doen voordat wij het geld mogen uitgeven. Fred heeft een vraag. Ga je gang, Fred. Ja, het is misschien dus voor alle mensen die hier, en die zijn jullie in grote getalen, zijn jullie opkomen draven. Goed om je eigen organisatie dus ook waar de beslissingsbevoegdheid ligt, om die goed mee te nemen in dit traject. Ik zal ook mijn collega's informeren, maar omdat je ziet, het is een vrij krappe planning, om dit op die manier wel vroegtijdig doorheen te krijgen, om zo te zeggen, in het besluitvormingsproces. Dus die oproep graag, en ik ga straks ook nog wel even af daarover, maar dat even als aanvulling op Anneke. Ja, want op 11 maart komt bij ons de opdrachtgeverstafel bij elkaar, en ja, dan is het, dat is voor ons een belangrijk beslismoment. Ja, goed. Bert wil ook nog graag aanvullen. Ja, en als jullie behoefte hebben aan toelichting, enthousiasmeren, wat dan ook, uitleggen van Anneke, van mij, van Maarten, van Fred. Van Fred durf ik het niet te zeggen, maar ook van Fred. Trek aan de bel, want ja, dat doen we graag en daar zijn we voor. Ja, helemaal goed. Sowieso, er werd al gevraagd, delen we deze informatie? Ja, deze informatie krijg je dus nagestuurd ook. En we, met die nieuwsbriefknop, en misschien Kees, kun je ons nog even meenemen naar die slide over de nieuwsbrief. Want we gaan dus starten eigenlijk met een nieuwsbrief. Jullie zien een wat frissere layout dan jullie misschien in de eerdere COP-bijeenkomsten hebben gezien. Dat is ook de basis om dadelijk meer en vaker jullie mee te nemen in wat er gebeurt en hoe je daar zelf ook aan kan bijdragen. Dus schrijf je in. Dadelijk in de chat staat de link naar die inschrijving. Wij zorgen ook dat de basisinformatie van dit plan daar gedeeld wordt. Dus dan kun je ook makkelijker nog je collega of je manager daarin meenemen. Hartstikke goed. Blijf ook vragen stellen of hier via je collega's je vraag stellen. Ik wilde eigenlijk na afronding van dit grote onderdeel, we zijn 10 minuutjes uitgelopen in de tijd, maar er was ook veel te vertellen.
Ik denk dat dat niet zo erg is. Mochten jullie dus nog vragen hebben, steek nu direct je hand omhoog. Maar anders ga ik zo dadelijk over. Want dan is het volgens mij luid en duidelijk. Er is veel enthousiasme, er is veel gedaan. En er zijn ook goede plannen die we zogezegd gezamenlijk hebben ontwikkeld met de kerngroep en regie-team die klaarstaan voor de toekomst. Vind daar ook nog iets van de komende maand richting die besluitvorming. Maar het is vooral een basis om samen dit traject door te zetten. Het is dus niet een in beton gegoten programma met allerlei projecten, maar het is een hoofdlijn, een ontwikkelrichting waar goede ideeën en inzet juist nodig zijn om er meerwaarde uit te halen. Dank alle inleiders tot nu toe. Wij gaan door naar een heel boeiend project over data science. Melle Eikelkamp van Waterschappen Vallei en Veluwe en Jonathan Gerbscheid van het Waterschapshuis nemen ons daarin mee. Want wat kan eigenlijk met data science? Jullie hebben daar op 23 september al iets over gehoord als korte teaser van Melle. Maar inmiddels zijn we verder en zijn de eerste resultaten er. Dus ik wilde heel graag de aandacht voor Melle hierin. En ik zou zeggen, neem je tijd daarvoor. We lopen, je bent iets later aan de beurt geraakt, maar we nemen er ongeveer een half uurtje voor. Maar misschien heb je in 20 minuten presentatie en nog wat vragen ook voldoende. Melle, ga je gaan. Yes, ja, bedankt. Ik zal even mijn scherm delen ondertussen. Kijken, gaat dit allemaal goed? Ja, dat gaat goed. Ik doe dit inderdaad samen met Jonathan. Hij komt zo aan het woord. Mochten er inhoudelijke vragen zijn die echt gesteld moeten worden om het verhaal te begrijpen, schroom daar niet. Discussie graag eventueel even aan het eind. Als we daar nog tijd voor hebben, dan kunnen we ons verhaal in principe gewoon houden. Even kort. Met wie we dit doen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met een klein projectteampje waar wij heel intensief samenwerken. Ook regelmatig even bij elkaar komen. Nou, dat is met Mark Lames. Hij leeft input en ook vanuit het project met CBS hebben we direct kruisbestuiving tussen beide projecten, dus dat is heel leuk om te zien. Zal ik straks nog wat over vertellen. Ja, Fred is aangehaakt, ook vanuit ander spoor en de inhoud. Nou, Jonathan, data scientist bij het Waterschapshuis, die vooral het inhoudelijke deel invulling geeft. En Sjoerd Gnodder, data scientist bij Delftland, ondersteunt hem daarbij. Nou, even heel kort. Het project, hoe we dat vorm hebben gegeven. De vraag was eigenlijk van, goh, kunnen we iets met data science op dit vlak? Ik zit een beetje in die wereld, dus ik vond dat een leuke vraag en zag meteen allerlei mogelijkheden. We hebben het project daarom ook opgedeeld eigenlijk in twee fasen. We hebben in eerste instantie de tijd genomen om te brainstormen, te kijken van hey, wat zouden we kunnen, wat is mogelijk, welke data hebben we en hoe zouden we daarin data science een plek kunnen geven. Vervolgens hebben we eigenlijk een plannetje uitgewerkt. Nou, dat is ook bij de regiegroep voorgelegd. Daar hebben we goedkeuring op gehad en daar zijn we nu mee bezig en daar gaan we jullie dan ook in meenemen wat we aan het doen zijn. Nou, even in het kort het idee. Ons idee is eigenlijk van, kunnen we nu met bestaande kerncijfers, zoals we die kennen, vooral vanuit het CBS, dus kunnen we daarmee de hoeveelheid afvalwater voorspellen? In eerste instantie op zuiveringskringniveau. En ons idee daarbij is van, als we dat kunnen, dat zou heel mooi zijn, want dan kunnen we namelijk die bestaande kerncijfers vervangen door de prognosecijfers. En daarmee zijn we dan in staat om ook over een langere termijn, dus 5 jaar, 10 jaar, die hoeveelheid afvalwater te voorspellen.
Dus even in een beetje een plaatje geschetst. Komt ook dat project CBS om de hoek kijken natuurlijk. Waarbij we die zuiveringskringen aan het verrijken zijn met allerlei kerncijfers. Nou, die gebruiken wij als input. Dus inwoners, woningen, noem het maar op. Misschien oppervlak of aantal bedrijven. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Die gooien wij er allemaal in. En vanuit daaruit gaan we kijken, kunnen we dan die hoeveelheid afvalwater voorspellen. Even schematisch, maar hoe het er ongeveer uitziet is dat we een model gaan maken. Die geven we voor een aantal gebieden. Hier even met een eentje geschetst. Geven we die kerncijfers mee en ook de hoeveelheid afvalwater. Dan wordt er een model gemaakt en vervolgens gaan we dat testen. En dan geven we voor gebiedjes 2 geven we alleen de kerncijfers aan dat model. En kijken we hoe goed die in staat is om die hoeveelheid afvalwater te voorspellen. Die gegevens die zijn heel belangrijk, die we daarin stoppen. Zo gezegd ligt daar ook de samenhang en de samenwerking met andere projecten. Dus we zijn nu, is CBS bezig om die polygonen te verrijken met die kerncijfers. Daar is voor ons nog even het wachten op. Als wij die data weer krijgen, dan gaan wij daar weer mee aan de haal en leuke dingen mee doen. We hadden al wel wat data en daar zal Jonathan ook wat over vertellen zo. Dus we hebben al een begin kunnen maken, maar hier zit dus nog een stukje vervolg in om ook met die data aan de haal te gaan. Ja, wat wij zien en wat ook door de vorige sprekers al is aangehaald, is dat er gewoon veel overlap zit natuurlijk tussen die verschillende projecten. En met name tussen de data die erin zit. Vanuit ons project, we zoeken natuurlijk die overlap van, dus ook met het project wat straks gepresenteerd wordt, zijn we aan het kijken van hoe kunnen we er wel voor zorgen dat we van diezelfde brongegevens gebruik maken. En ik kan die vaak genoeg benadrukken. Dus ik was heel blij dat die ook in het vervolg zit. Dat daar afspraken over gemaakt moeten worden qua standaardisatie en uniformiteit. Zodat we allemaal uit dezelfde brondata gaan putten. Jonathan, ik hoop dat je ook aangehaakt. Ja, top. Dan aan jou om hem over te nemen. Yes, dank je. Ik zie dat de slide waar we nu zitten, dit volgens mij wat dingen mist. Dus ik ga hem even overnemen met mijn eigen versie anders. Ja, ik zie het inderdaad. Ja, top. Hier, als je hem uitzet, dan kijken of ik dat kan doen. Even kijken. Ah, lukt het? Ja, daar zijn we. Oké. Ja, dezelfde slide. Dit keer met zuiveringskringen er ook bij. Zoals Melle al vertelde, er worden heel veel verschillende bronnen gebruikt in dit hele project. En ik wil jullie nu wat vertellen, vooral over die bronnen, want dat is de eerste analyse die we hebben gedaan, of die ik heb gedaan eigenlijk. Jullie hebben net het totale, uiteindelijke doel van het voorspellen van die maken van die prognoses op basis van die kerngetallen gehoord. Maar om dat te doen, moeten we het eerst natuurlijk goed weten hoe al die brondata in elkaar zit. Wat zit daarin? Klopt het? Wat is de kwaliteit daarvan? En daar ga ik jullie nu eigenlijk in meenemen in een soort van het eerste verkennende onderzoek van de meeste data die we daarvoor gaan gebruiken. Nou ja, waar hebben we het dan allemaal over? We hebben het natuurlijk over die kerncijfers van CBS. We hebben het over de Z-info-data. Namelijk alle influenten. Die worden niet als input gebruikt, maar wel als uiteindelijk resultaat wat je wil voorspellen. Dus die zijn ook nodig.
weer informatie van het KNMI. Dat had ik nu uit de WWB, die bij jullie ook bekend zal zijn. En dan krijg je gewoon een enorme hoop data. Dus laten we eens kijken wat komt er allemaal uit. Dit is een eerste resultaat. Wat ik zelf logisch vind, maar ook mooi dat het er zo uitkomt. Waar we hier naar kijken, is plots voor 4 jaar van de hoeveelheid inwoners per gebied tegenover de hoeveelheid influent bij de bijbehorende RZI in dat gebied. En dit is dus op dat niveau van die kringen die jullie eerder hebben gezien. En wat we zien is dat we eigenlijk deze heel duidelijke lijn hebben, deze trend. Die impliceert dat ze lineair direct met elkaar verbonden zijn. En dat is ook wel logisch, want als je meer mensen in een gebied hebt, verwacht je natuurlijk ook meer afvalwater. Maar de vraag is natuurlijk, hoe sterk is dat verband nou eigenlijk? Nou, hier heb ik er een lijn doorheen geplot. Dus dit is een fit. Dus je zou kunnen zeggen dat als we de meest simpelste voorspelling zouden gebruiken om in een gebied te bedenken, nou, hoeveel afvalwater, hoeveel influent is er, dan zou je gewoon het punt op die lijn nemen wat gegeven wordt door de hoeveelheid inwoners. En als je dat zou doen, nou, dan zouden we op gemiddeld 37% ernaast zitten. Dat is dus nog best wat ernaast, maar als je ervan uitgaat dat dit dus de enige input is, alleen de hoeveelheid inwoners, dan zit je al best wel nauwkeurig. En nou ja, dat is een mooi natuurlijk eerste resultaat om te zien dat dit de hoeveelheid invloed heeft die een inwoners heeft. En het uiteindelijke doel van het project kan je ook zien als eigenlijk het voorspellen van, of het verklaren van die 37% waar we er nog naast zitten. Dus wat zijn al die andere factoren die meedoen, die ervoor zorgen dat een bepaalde hoeveelheid influent uiteindelijk op die zuivering terechtkomt. Maar naast dat project heb ik ook een aantal andere analyses gedaan. En daar gaan we nu naar kijken. Want ja, er is veel data. Dus dit is wel een leuke plot. Dit is het verschil tussen de jaren van hoeveel influent er op een RZI binnenkomt. En wat we hier zien, en ik heb het in 3 stukken opgedeeld, dus 18 naar 19, 19, 20 en 20 naar 21. Het is een beetje klein, maar ik hoop dat het duidelijk is. Is dit per RZI hoeveel procent meer of minder er daarbij is gekomen? En voor alle mensen die nu kijken, dit is best klein. Later, na de hele presentatie, zal ik een versie sturen van al deze plots waar je doorheen kan kijken en kan inzoomen en ook van elk puntje kan zien welke RWZI dat is. Dus geen zorgen, dat kan je later voor je eigen gebied zelf nog in meer detail bekijken. Maar wat we in ieder geval zien is bijvoorbeeld een best mooie verdeling van een algemene trend omhoog. En dan interessant genoeg van 19 naar 20, eentje die veel minder omhoog gaat. Dus er is veel meer groei geweest van 18 naar 19 dan van 19 naar 20. En 20 naar 21 is dan wel weer relatief groei. Ik kreeg zag al een vraagje in de chat. Beschikbaar data van drinkwaterbedrijven wordt nu nog niet meegenomen. Maar ja, dat is natuurlijk mooi. In eerste instantie gaat het er heel erg om landelijke data te gebruiken, zodat we dit ook voor het hele land kunnen doen. En zodra je bronnen zoals drinkwaterbedrijven erbij hebt, ja, dan is dat gefragmenteerd tussen welke gebieden je wel hebt en welke niet. Dus dat is een verdiepingsstap, maar nu gaat het vooral over echt alles wat alleen voor heel Nederland beschikbaar is. Om nog even door te gaan en dan beantwoord ik andere vragen zo, want ik denk dat er wel meer vragen zullen komen. Dit is eigenlijk diezelfde grafiek als die we net zagen. Alleen dan heb ik de top en bodem eruit gehaald. Namelijk om te kijken welke RZI's hebben nou de meeste verandering meegemaakt in welk jaar. En dan zie je bijvoorbeeld dat echte van 20 naar 21 wel meer dan ongeveer 120% omhoog is gegaan. Dit heeft natuurlijk ook allemaal inderdaad met neerslag te maken. En deze grafiek mogen jullie later zelf doorkijken. Dus ook filtering op neerslag is de volgende stap die ik heb toegepast. De manier waarop we dat
hebben bedacht is om de KNMI IRIS-stations te gebruiken. Dat zijn er zo'n 300. En gewoon voor elke RWZI de dichtstbijzijnde station te pakken. En vanaf daar te kijken of er meer dan een bepaalde minimum is gevallen aan regen. En dan klassificeer het als een regendag en dan neem je hem niet mee. Je kan hier zien dat voor een willekeurige RWZI voor 18 tot 21 we alle neerslag zien. En dat je dan alle dagen die neerslag boven een bepaalde hoeveelheid hebben gehad natuurlijk kan filteren. En ook dagen waar de vorige dag heeft geregend, dat soort regels allemaal kan toepassen. Dan kom je uiteindelijk op ongeveer iets meer dan 40% van alle dagen die je overhoudt. En daar kan je dan natuurlijk verder mee berekenen om het invloed van neerslag eruit te halen. Ja, van beide van die analyses is er trouwens zowel een analyse op alle data als eentje die alleen op droogweerdagen is gedaan. Dus je hebt eigenlijk twee versies van al die dingen. Hier, om verder te gaan op dat punt wat eerder werd gemaakt, zien we bijvoorbeeld de totale hoeveelheid regen die is gevallen per jaar. En dan zien we dat wel redelijk verschilt. En zeker dat 2019 dus een stuk regeniger was dan 2018. En dat het hier weer wat naar beneden gaat. Dus hoe al deze data zich tot elkaar verhoudt en hoeveel de invloed is van die regen, hoeveel het per gebied is, of dat overal gelijk is, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je uit die data wil halen en waarvoor je verdere analyses moet doen. Dit is ook wel een leuke, want dit gaat over de hoeveelheid influent per dag. En, nou ja, zoals je zelf verwacht, er zijn heel kleine en heel grote installaties. Dat is een mooie curve, maar vervolgens heb ik gekeken wat nou als je dat gaat delen door de hoeveelheid bewoners van een gebied. Dan zou je misschien een veel consistentere lijn moeten krijgen, want dat zagen we al in die eerste grafiek. Nou ja, dat krijg je inderdaad mooi te zien. Je ziet dat bijna allemaal komen ze rond de, wat is het, 0,22, 25, volgens mij is dat Q per persoon. En dat is ook logisch, want het is natuurlijk niet alleen de inwoners, maar ook de bedrijven in een gebied die dat produceren. Dus we komen best dicht bij dat landelijke gemiddelde, wat natuurlijk al vaststaat. En mooi dat dat uit de data weer terugblijkt. Ja, wat nou ja, ik bij dit onderste plaatje nog wel even wil benoemen ook, is inderdaad dat het heel interessant straks ook wordt om juist naar die uitschieters te kijken. Hè? Dus we zien dat het gemiddelde hoeveelheid is inderdaad die 0,2 kuub. Maar we zien ook 2 of 3 RWZI's die veel hoger zitten of die eruit springen. Dus, en daar hebben we jullie ook voor nodig, hè? Jullie kennis van oké, wat zijn dat voor zuiveringen en hoe kan dat nou dat dat zo afwijkt? Of zit er iets niet goed in die data? Dus juist die verklaringen zoeken voor de uitbijters wordt straks heel veel interessante bijvangst. Yes. Ja. Ja, yes, goede toevoeging, was het inderdaad bijna vergeten te zeggen. Want ja, zoals ik eerder zei, het gaat heel veel inderdaad om het vinden van die outliers, vinden van die plekken waar iets niet lijkt te kloppen. En op een manier willen we eigenlijk ook een beetje bij jullie crowdsourcen om die plekken te vinden. Ik zelf heb niet de gebiedskennis van al deze zuiveringskringen. En ik weet ook niet bijvoorbeeld waar er installaties op elkaar zijn overgeschakeld. Wat je ziet is dat sommige van die verschillen die heb ik laten zien aan mensen die wel een gebied kennen. Denken, oh ja, dat is waar. Die installatie is overgezet op de andere. Dus dat is heel logisch, maar ik heb geen idee. Dus graag mensen die er wat meer van weten. Kijk hierna als we het later rondsturen. Nou goed, toekomstbeeld. Dus jullie hebben nu het een en ander gezien. Maar wat gaat erbij komen? In de nabije toekomst hebben we hopelijk de uitgebreide CBS-data. En dat betekent dat we dus daadwerkelijk kunnen beginnen met die voorspelling zoals het aan het begin is geschetst. Van kerngetallen naar hoeveelheid influent. Wat je nu eigenlijk alleen nog maar op basis van die bevolkingsaantallen, van die hoeveelheid inwoners kan doen. Kunnen we eindelijk zien hoeveel zijn al die andere dingen van toepassing, hoeveel invloed hebben die? En dat is natuurlijk een interessant resultaat. Dat is iets waar we heel benieuwd naar zijn. En
verder, de huidige analyses die jullie hebben gezien, daar valt gewoon nog meer aan te doen. Er zijn nog meer details om te bekijken, meer andere manieren om het te benaderen, meer om te filteren. En we hopen ook zo snel mogelijk daar meer van te kunnen delen. En ook natuurlijk al die resultaten zoveel mogelijk te bevestigen en zeker te weten dat dat klopt. Want soms komen er ook wel wat gekke dingen uit. Dan als laatste is misschien goed om te zeggen dat we natuurlijk willen vergelijken hoe goed werkt deze methode nou als we dit hele plan hebben opgezet. Als we het vergelijken met hoe afvalwaterprognoses nu worden gedaan, hoe vergelijkbaar is dat? Zijn er inderdaad bronnen die alleen voor bepaalde gebieden gebruikt kunnen worden? Zoals met drinkwaterbedrijven of cijfers over toerisme. Dat soort dingen waar ik weet dat waterschappen zelf contacten voor hebben soms. En die dus niet overal beschikbaar zijn. En dat zijn denk ik de voornaamste dingen die ik wil zeggen. Ja, opnieuw, wat verwacht van jullie? Nou, denk graag mee in deze resultaten als we die zo rondsturen. Dus bedankt voor de aandacht. Daar wil ik nog wel een ding bij zeggen. We zullen ook wel met gerichte vragen komen. Hè? Dus sowieso kijk naar die resultaten. En mochten er al verklaringen voor gekke uitschieters zijn, dan houden we ons aanbevolen. Ik zie er al eentje voorbij komen. Almelo Vissendijk is recent verbouwd en aangepast. Nou, kijk, dat verklaart heel wat. Maar we zullen ook gericht daar wat vragen over stellen. Ik ben hoopvol gestemd. Dus enerzijds dat we iets moois... En sowieso wat ik heel erg nu al als resultaten uithaal, is dat het gewoon heel veel inzicht gaat geven in van wat zijn nou die parameters, belangrijke parameters die een voorspellende waarde hebben op ons afvalwater. En dat gaat gewoon heel veel inzicht opleveren. Is er nog tijd voor wat vragen, Maarten? Zeker. Of? Er staan in de chat ook wat vragen. Misschien kunnen jullie daar ook nog dadelijk even naar kijken om er misschien een aantal gewoon in de chat te beantwoorden. Maar pak er misschien eentje uit die je zelf aanspreekt. Of als er iemand in de chat of überhaupt een vraag heeft, steek even je hand omhoog. Want we kunnen er nog wel een paar pakken. Ja. Ik kan even snel die van Bert zie ik van 200 liter per dag pp. Dat klopt. Het beeld wat je net zag was inclusief bedrijven ook. Dus ja. Ik vond het zelf... dat inclusief bedrijf, dat dan bedrijven de factor zijn die dat bepalen. Dat neem je aan, maar de... Nou, dat is het project. Dat is waar we die CBS-data voor willen hebben. En waarvoor we die droogweerfiltering willen doen, of wat we al doen. Is om te bepalen inderdaad waar die rest vandaan komt. Dat is het hele idee natuurlijk. Inzicht krijgen daarin. Het zou leuk zijn om een aantal andere analyses, bijvoorbeeld waar ik het dadelijk over gaat hebben, om die hiermee te kruisen. Want die zouden op elkaar moeten passen op enig moment, die analyses. Ja. Ja, zeker. Want ik zie ook die rioolvreemd water een paar keer voorbij komen. Ons idee is ook om die rioolvreemd water, dat zien we straks, dat wordt per zuiveringskring, dat percentage bepaald. Nou, ook dat percentage kunnen we straks als feature weer in dit model gaan stoppen. En kunnen we dus ook zien van wat is die voorspellende waarde van het rioolvreemd water. Dus wat is nou die invloed daarvan op het totaal? Zeker. Dat die gaat mee worden genomen. Saskia Holthuizen die stelt een vraag over de onzekerheid eigenlijk. Dat er is een bandbreedte van prognoses. Hoe kijken jullie daarnaar? Zoals ik eerder zei, is natuurlijk het einddoel om die prognoses te maken op die kerncijfers. En dat is een model wat uiteindelijk gaat doen. Je hebt heel veel verschillende keuzes van wat voor modellen je wil gebruiken. Sommige die geven bandbreedte en andere niet. Bij andere simuleer je bandbreedte. Dus dat is een beetje een implementatiekeuze van hoe je dat wil doen. En natuurlijk als je het puur statistisch aanpakt zoals het nu meestal wordt gedaan, heb je automatisch al die bandbreedte. Zo'n soort aanpak kan je opnieuw doen met de andere modellen, met de setup die we nu hebben. Of je moet andere keuzes daarin maken.
Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er een zekere mate van onzekerheid bij wordt gegeven. En dat we niet gewoon zeggen, dit is het getal. En dat, ja, dat kunnen we alleen goed bepalen als we natuurlijk iets hebben om het mee te vergelijken. Maar dat zal allemaal besproken worden op het punt dat we daar zijn. Zodra we die data hebben en een keer daarover kunnen gaan praten. Super. Jonathan, Melle, hartelijk dank voor deze inkijk. En ook eigenlijk is het de warming up. Want de community die nu ook deelneemt, die wordt betrokken, bevraagd. En kan hier ook weer zijn input aan geven, maar dadelijk ook het voordeel aan hebben. Dus heel hartelijk dank voor jullie presentatie. Wij gaan deze sessie vijf hele minuten onderbreken. Korte break. Om 16:22 gaan wij door strak. Want we hebben nog een heel boeiend verhaal van Rien de Ridder en Valerie te wachten. Dus over 16:22 gaan wij door. Tot zo. En je mag hier natuurlijk ook blijven hangen, hè, maar ja, je mag ook gewoon eventjes je benen strekken. Dus. Ja, dankjewel, Valerie. Ja, blijf lastig. Als het goed is, zien jullie nu die presentatie van mij, toch? Luid en duidelijk. Luid en duidelijk zichtbaar moet hij zijn. Ja, en ik hoor jou ook goed. Oké, okay, ja, dus ga ik even wat drinken halen en dan kom ik zo terug. Tot zo, Rien.
Welkom terug mensen. Het is 16:22 strak. Wij gaan door met de tweede ronde na een korte break van 5 minuten in onze Community of Practice afvalwaterprognoses. Het is 8 februari 2022 en we gaan luisteren naar de resultaten van een analyse tool over rioolvreemd water en discrepantie. Rien de Ridder van Zuiderzeeland en Valerie Demetriades, van Royal Haaskoning DAV nemen ons daarin mee. Rien, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Maarten. Als het goed is, zal ik even kijken hoe ik nu... Even kijken hoe nou die presentatie doorstaat. Zo. Ja, ik ga het hebben over discrepantie tool, rioolvreemd water tool. Ik heb wel een aantal plaatjes de introductie, maar ik denk dat het meeste wel bij jullie bekend is. Maar discrepantie gaat natuurlijk vooral over vuillast. Het verschil daarin tussen wat je meet op de zuivering en wat er in de heffingen zit. En rioolvreemd water gaat vooral over het water dat eigenlijk onbedoeld in het riool terechtkomt. Rioolvreemd water, wat is dat? Hoeveel komt er door? Maar beide hebben dus een belangrijk element als het gaat om prognoses. Methode die wordt gebruikt, het is niet helemaal direct, maar wel een beetje de opzet zoals dit plaatje weergegeven. De afvoer die van de zuiveringen worden geplot van klein naar hoog. Op die manier kun je analyses uitvoeren, kun je rioolvreemd water uitrekenen. Je kunt dit plaatje ook gebruiken om uiteindelijk discrepantiewaardes te gaan bepalen. Dus dit is wel gebruikt in de rekentool die al veel eerder gebouwd is en die nu in een dashboard zit. Zoals gezegd, als je die rioolvreemd water, zeker discrepantie, wil uitrekenen, heb je een aantal bronnen nodig. Je hebt het influent nodig, de afvoerhoeveelheden, inwoner equivalente vuillast, de VVE's, hoeveel vuillast zit er in de heffingen. Ook een belangrijk element is om te weten waar vindt de influentmeting plaats voor of na een harkrooster. Dat heeft meestal iets van 5% effect op de vuillast. En je wilt ook vaak nog het een en ander vergelijken met wat je theoretisch verwacht aan DWA, zowel in vuillasten als in afvoer, omdat je dat dan kunt vergelijken met hoe het systeem uiteindelijk werkt. Nou, beide elementen zitten in de tool en daar kun je analyses mee uitvoeren. Discrepantie, waarom is dat belangrijk? Natuurlijk aan de ene kant om gewoon de check te doen op je influent en je vuillasten. Dat heeft op je heffingen moet ik zeggen. Dat heeft natuurlijk ook weer effect op een tariefsbepaling. En uiteindelijk als je verder gaat opzoeken of uitzoeken waardoor discrepantie komt, ga je meer het systeem in. En dan kom je bij elementen als het aantal inwoners, bedrijfslozingen. Bedrijfslozingen werden net ook al genoemd. Hoeveel vuillast komt er nog uit andere bronnen? En je hebt ook allerlei metingen nodig om te verifiëren met wat je waarneemt. Dus er zit nog wel een wereld achter dat getal als discrepantie. De tool rekent nu feitelijk alleen even het percentage uit. Datzelfde geldt eigenlijk voor rioolvreemd water. Soms verpompen we onnodig veel water naar een zuivering. Dat kost natuurlijk veel energie, zou je misschien wel niet willen. Het geeft een verdunnend effect op je influent, waardoor je zuiveringsrendement misschien wat minder is. Het is ook eigenlijk zonde om heel veel water naar vanuit het stedelijk gebied naar een zuivering te brengen. Misschien kun je het wel ergens gebruiken. Bij rioolvreemd water in de algemene zin, is eigenlijk ook een andere kijk. Soms wil je het juist wel hebben, dus dan is het helemaal niet zo erg dat het via een zuivering komt. Kun je het weer gaan leveren. En het verdunnen van influent heeft natuurlijk ook wel weer als gevolg dat misschien het een schone effluent hebt. En uiteindelijk heeft vuil water, rioolvreemd water, een effect waar je het ook maar loost op een waterkwaliteit. Dat zijn een beetje de belangrijkste dingen waarom je er wel aandacht aan zou moeten besteden. Als je kijkt naar die rekentool die we eigenlijk heel organisch op een gegeven moment ontstaan is vanuit een samenwerking vanuit de Rijn-Oostwaterschappen. Dat was een hele eenvoudige rekentool. Die is bij de benchmark 2018 ook landelijk gebruikt, die tool. Toen werd al gezien van, nou ja, dat is wel leuk, hij werkt wel, maar ja, dat is niet helemaal hufteproef, om het dan maar even zo te zeggen. Recent is vanuit het DEEP-programma, wat opgestart is vanuit het waterschapshuis, met data scientisten geprogrammeerd, vooral met een ander waterschap als voorbeeld. En die had dit onderdeel genomen om daar wat verder mee te gaan experimenteren.
En zo zijn wij ook doorgaan ontwikkelen nu naar een dashboard die in eerste instantie getest is met data van Zuider-Zeeland. Die nu bijna gereed is om te gaan toepassen voor de benchmark, maar dan voor 2021. Dus met de gegevens van 2021. En dan staan we natuurlijk aan de lat om dat te gaan doorontwikkelen met allerlei dingen die we willen. Die dus ook aansluiten op de ontwikkeling van het programma Plan 2.0, zoals dat helemaal aan het begin van de sessie werd gepresenteerd. Dan kijken of we dat door kunnen ontwikkelen. Het is goed om te zien, even heel kort schematisch, dat wij in deze rekentool, dashboard, ik zal hem zo meteen presenteren of laten zien. Wij maken gebruik van een, ik zeg het in mijn eigen taal, ik ben geen ICT'er, maar een API met de WIWB-database. Dus de neerslagdata worden automatisch ingelezen. Datzelfde geldt voor de Z-info-informatie als het gaat om de debieten en de monitoringsgegevens van de influenten. Wil je die rekentool gebruiken, heb je nog een paar gegevens nodig. Het idee was dat om dat handmatig in te voeren, maar dat gaan we nu waarschijnlijk ook gewoon doen via Z-info, zodat ook dat soort informatie via Z-info kan worden ingevoerd. Waardoor eigenlijk de database zometeen twee belangrijke bronnen gebruikt, dat is WIWB en Z-info. Wat we ook gezien hebben bij de tool nu toepassen, dat het goed is om je data voor een deel te valideren. Daar werd net ook al iets over gezegd. Dat zou heel mooi kunnen worden toegevoegd aan de tool uiteindelijk, denk ik. Om een beetje een zicht te hebben, heb ik wel goede data? Kan ik daarmee conclusies trekken? En aansluitend op het verhaal van Data Science Net, er komt natuurlijk ook informatie uit die berekeningen. En die zou je eigenlijk weer terug moeten sluizen om er iets anders mee te gaan doen. Wat wij onder andere bijvoorbeeld gedaan hebben met die set info data, om te checken nu om alle data van alle waterschappen is een beetje geanalyseerd. En dan constateer je dat de meeste gegevens eigenlijk wel beschikbaar zijn. Bij KNMI bijvoorbeeld zien we dan een aantal stations die niet volledig zijn. Dus dan moet je eigenlijk op zoek naar een station wat dichter bij een zuivering ligt. Of wat verder weg ligt van bij een zuivering dan waar je in eerste instantie op gerekend had. Nou, dat is op te lossen. We constateerden ook wat uitschieters in een aantal debieten data. Daar wordt op dit moment ook nog verder nagegaan hoe dat kan en of dat nog gecorrigeerd kan worden. Ik ga niet heel dit lijstje langslopen, maar je kunt wel constateren dat toch het valideren van data wel een belangrijke stap is om uiteindelijk ook gevalideerd conclusies te trekken als je tools gaat toepassen. Dan heb ik nog een ander traject. Ik zag net dat in de chat Tom Dekker dat ook al noemde. Er loopt een parallel spoor wat opgezet is over data sensoring van hoe geautomatiseerd zou je nu kunnen gaan meten. En in dat kader is een beetje een vergelijkbare analyse gedaan als wat uit de Data Science net gezegd werd. En dan ook vooral over die definitie van die droogweerdagen. Doe wat analyses op alle informatie van alle zuivering in Nederland en dan kun je wat sneller conclusies trekken op wat voor manier je daarmee om zou moeten gaan. Dat is in dit kader ook gebeurd. Dus dat zou heel interessant zijn om dat samen met dat data science traject te koppelen aan van mijn part het validatiedeel, of in ieder geval check van de data voor de rekentool die er nu is. Dit soort plaatjes die ik nu voortoon, dat zijn plaatjes die dus door op basis van ook data van Z-info gemaakt zijn. Het gaat te ver om dat nu helemaal toe te lichten, maar daar zijn ook analyses gemaakt van stofstromen tegen elkaar uitgezet. In dit geval voor onze zuivering Tollebeek bijvoorbeeld voor een tweetal jaren. Nou, zo kun je allerlei analyses maken, zeker als je over meer jaren, meer zuiveringen, analyses kunt maken. De tool zoals die nu bestaat heeft nog geen naam, dus iemand die een hele leuke fancy naam voor de tool wil, daar hou ik me voor aanbevolen. Ik ga nu iets spannends doen. Ik ga proberen de tool te laten zien. Volgens mij werkt dat. Als het goed is, kan ik hem ook hier laten zien. Jullie zien nu een tool in scherm? Ja. De tool ziet er op deze manier uit. Hij ontsluit dadelijk alle informatie van alle waterschappen. Hij is nog niet helemaal volledig. Dus je ziet hier nu, dit is zeg maar waar je binnenkomt. Dan kun je kiezen of je discrepantie wilt zien of reëel vreemd water. Daar kun je op klikken. Je ziet alle zuiveringskringen in, of zuiveringen moet ik zeggen, in Nederland. Omdat nu Zuider-Zeeland data erin zit, zijn die wat opgekleurd. Maar je kunt dus een willekeurig
waterschap kiezen. Je kunt een jaartal selecteren. Er zit tot nu, de idee is vanaf tot nu toe van 2017 tot 2021. En uiteindelijk kun je dan een analyse laten zien over alle zuiveringen. En in dit geval dus, voor, omdat nu hier gekozen is voor Zuiderzeeland, zijn dat onze zuiveringen voor reëel vreemd water of voor discrepantie. Beide kun je kiezen. Bij discrepantie kan je dan nog kiezen. Wil je dat vergelijken met vastgestelde vervuilingseenheden of voorlopige vervuilingseenheden? En je kunt de selectie maken. Wil ik de data vergelijken met een DWA-periode of een DWA- en een RWA-periode? Dus beide opties zijn aanwezig. Vervolgens kun je inzoomen, iets meer gedetailleerd, als het gaat om reëel vreemd water in dit geval. Dan kun je weer, in dit geval Zuiderzeeland, een zuivering, het jaartal. Dan zie je links een taartbalk waarmee in principe de hele zuivering, het hele waterschap wordt getoond. Ik zou hier bijvoorbeeld ook alle zuiveringen kunnen selecteren. Dan zie je rechts alle zuiveringen in ons gebied, weergegeven met het aandeel van reëel vreemd water. Links nog steeds de totaalbalans voor het waterschap. En onderin zie je de harde getallen op basis waarvan de percentages zijn en worden uitgerekend. Zo'nzelfde analyse zit erin voor discrepantie. Ook daar kun je dus weer selecteren voor één of meerdere waterschappen. Je kunt ook weer een jaartal selecteren. En voor dat jaartal plot hij dan weer zijn gegevens en de data en gegevens. Harde getallen staan in de onderste tabel. Linksbovenin steeds voor het hele waterschap en rechts per zuiveringskring. Nou, dan is nog toegevoegd een stap om trendanalyses te maken. Afhankelijk van natuurlijk de data die erin zitten, in dit geval Zuiderzeeland. Je kunt dan weer meerdere zuiveringen selecteren. Je kan er ook eentje selecteren. Tollebeek was hier weggevallen. Dus die kan ik even aan toevoegen. Ik kan ook de jaarperiode waarover ik wil kijken. In dit geval is een lange periode. Ik kan ook schuiven en ik kan ook perken tot één jaar. Op die manier heb je nu in de bovenste twee figuren de vervuilingseenheden en reëel vreemd water. Of links moet ik zeggen is discrepantie, vervuilingseenheden, discrepantiegetallen, percentages en rechts het reëel vreemd water aandeel. Ik denk dat de percentages bij discrepantie iets aan de hoge kant zijn, als ik het zo inschat even, geen 150%. Ze zitten misschien nog her en der kleine omissies in. Maar dat zijn dingen die we nog aan het uitstukken zijn met name RADV die ons hierbij assisteert. En tenslotte zit er dan ook nog in een informatie over een soort analyse per zuivering, waarbij je de zuivering kiest. En over die zuivering heb je dan een totaalplaatje van de vervuilingseenheden, een verdeling in een taartdiagram. Die vervuilingseenheden zijn dan weer discrepantie, de harde getallen die gebruikt zijn, de resultaten en uiteindelijk eerst een bepaalde opzet van de Wijs-Brombach schets, theoretische DWA, reëel vreemd water aandeel en zichtbaar het reëel vreemd water is rood en het hemelwater is blauw. Nou, op deze manier kunnen we dus dadelijk allemaal via een automatische link of een of andere verbinding link de informatie uit ZINFO en die WIWB, want dat zit hierin. Eigenlijk hoef je dan niet zoveel meer te doen. Kun je analyses maken over alle jaren dat de informatie natuurlijk goed in ZINFO zit. Nou, we overwegen waarschijnlijk om nog wel iets van een soort van validatiestapje hiervoor te hebben, zodat je even kan checken of je alle data up-to-date is. Maar de toevoegingen die net in Data Science gemaakt zijn, zouden ook hele interessante toevoegingen zijn om hier nadere analyses los te laten op die informatie die je op een gegeven moment hebt als je een aantal zuiveringen zou willen selecteren. Ik sluit even deze af, want het is nu de status. Binnenkort gaan we deze wel beschikbaar stellen, omdat er heel veel druk is om vanuit de benchmark zuiveren dit wel gereed te hebben om de goede getallen te gaan aanleveren. En wat nu nog even wilde laten zien, hier is nog even een korte schets hoe deze dashboard is ontwikkeld. Begon uit methodiek van Waterkracht Rijn-Oost en nu in de versie waar we nu zitten, benchmark in 2022, maar we willen nog wel doorontwikkelen.
En daarvoor, en dan geef ik het woord aan Valerie, die zal jullie nog even meenemen in wat voor ontwikkelmogelijkheden wij zien. Yes. Dankjewel, Rien. Ik ben dus Valerie van RDV en betrokken bij de ontwikkeling ook van deze tool en het dashboard. En momenteel zijn we ook al aan het nadenken over de doorontwikkelingen. En zoals jullie in deze sheet zien, kun je dat eigenlijk splitsen in verschillende richtingen. We hebben allereerst de databronnen die we gebruiken, die kunnen we uitbreiden. Rien, als jij eventjes doorklikt. Ja. Dan zie je hier ook een lijstje waar we al over na hebben gedacht. Onder andere bijvoorbeeld het verhard oppervlak en inwonersaantallen van de bacht die we kunnen gebruiken. We kunnen wellicht grondwaterstanden toevoegen, want die zeggen ook wel iets mogelijk over de bron van riool of vreemd water. En natuurlijk zou het ook interessant zijn om te kijken naar het energieverbruik. Verder hebben we rapportages uitbreiden. De analyses op niveau van hoofdgemalen kunnen we ook gaan bekijken. Nou, er staan hier een aantal mogelijke doorontwikkelingen. Ja, we zijn ook heel erg benieuwd of jullie nog andere doorontwikkelingen zien. Dus mocht dat zo zijn, laat het vooral eventjes weten. Als we dan kijken naar nog een andere richting, dan zien we het optimaliseren van de analyses. Nou, hier komt dus ook heel duidelijk die definitie van de droge dag, die komt naar voren. Die is bepalend inderdaad voor je resultaten van rioolvreemd water. Dus dan heb je de optie, gaan we die optimaliseren en hebben we een eenduidig verhaal voor de droge dag of een eenduidige definitie. Of kiezen we er bijvoorbeeld voor om die flexibel te maken in het dashboard. Nou, daar kom ik zo nog eventjes op terug. En wat we nu hebben meegenomen in de tool is bij die analyses ook dat we kijken naar een heel jaar voor rioolvreemd water. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om onderscheid te maken tussen de resultaten op basis van het seizoen zomer en winter. Of onderscheid maken in een weekdag of weekend. Als je nog eentje kan doorklikken, Rien. Ja. Nou, ik heb een paar geselecteerd om even wat verder op in te zoomen, om jullie mee te nemen, om ook wat inspiratie te geven. Als we kijken naar de dwaasanalyse, dan is er ook een haasanalyse. Dus dan kijken we ten tijde van natte periodes. Dus dat zou ook iets kunnen zijn wat we kunnen toevoegen aan die analyses. En uiteraard hebben we daarvoor ook wat meer gegevens nodig, zoals het verhard oppervlak dat is aangesloten op je stelsel. Nou, we zouden hiervan gebruik kunnen maken van de BGT-inlooptabel. Ik weet niet of jullie daar allemaal mee bekend zijn, maar dat is ook een ontwikkeling die nu gaande is. En daar kunnen we dus de verwachte bestemming van afstromend hemelwater kunnen we daarmee achterhalen. Dus dat zou een mooie toevoeging kunnen zijn. Volgende slide, Rien. Ja. Ja. Als we kijken naar het uitbreiden van rapportages, dan zou het ook interessant kunnen zijn om te kijken naar kortere tijdsperiodes. In dit plaatje zien we een dashboard van Brabantse Delta dat toen ook tijdens het diep traject gerealiseerd is. En hierbij kun je dus ook inzoomen op kortere tijdsperiodes. Dus dat zou een mogelijke doorontwikkeling kunnen zijn. Volgende slide, Rien. Yeah. Ja. Wij hebben laatst ook al wat meer inzicht geprobeerd te creëren in de databeschikbaarheid en kwaliteit. Dus dan gaat het echt aan de validatie aan de voorkant van de gegevens die in de tooling worden gebruikt. Wat je hier dus kunt zien in de bulletjes kaart is de beschikbaarheid van data, van de debietgegevens. En rechtsboven zie je dan het percentage van hoeveel er beschikbaar is van de metingen.
En dit zou dus meer inzicht kunnen geven aan de voorkant van je tooling. En zou je ook kunnen onderbrengen in het dashboard. Goed om te vertellen dat je natuurlijk validatie hebt aan de voorkant van de tool, maar ook aan de achterkant. En bijvoorbeeld een negatief percentage rioolvreemd water. Dat zijn dingen die we nu al aan het oppakken zijn in de sprint van het project. Volgende slide, Rie. Ja. We hebben gekeken naar de definitie van de droge dag. Hoe die nu is gedefinieerd is dat op de dag zelf en op de dag ervoor is het lager dan een bepaalde drempelwaarde X. Dus die drempelwaarde is dan de neerslag, bijvoorbeeld 0,5 mm. Maar we hebben ook gekeken, want dat was het eerst namelijk, naar als we die definiëren als de dag ervoor, de dag zelf en de dag erna. Dus hier zie je in het plaatje, zie je in het rood, zie je het percentage rioolvreemd water als het alleen gebaseerd is op de dag ervoor en de dag zelf. En in het blauw zie je dan op basis van die 3 dagen, dus ook nog de dag erna. En dan zie je wel dat het wel degelijk een verschil heeft op de resultaten van je percentage rioolvreemd water. Ja, de vraag is dus of we met z'n allen kiezen voor 1 definitie, of dat we ervoor kiezen om het flexibel te maken in de tooling. Dus dat jij zelf ervoor kunt kiezen om met die 2 dagen te rekenen of die 3 dagen. En wellicht ook nog dat je een bepaalde drempelwaarde flexibel maakt. Dus dat zijn ook mogelijkheden. Yes. Ja, en de volgende is dan het toevoegen van analyses. Je zou bijvoorbeeld een doorstap kunnen maken naar waarschijnlijk een oorzaak van rioolvreemd water. Want tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de hoeveelheid. Maar een eerste indicatie van mogelijke oorzaken vertelt je al heel wat meer. En daarvoor zou je ook kunnen kijken naar de relatie met grondwaterstanden. Nou, je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar hoe oud is mijn stelsel en hoe hoog ligt je stelsel, en dat in relatie met de grondwaterstanden koppelen aan je percentage rioolvreemd water om te kijken of er mogelijk instroom van grondwater is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor oppervlaktewater en overstorten die hebben plaatsgevonden. Kun je dat ook linken zodat je een mogelijke oorzaak van rioolvreemd water kunt vinden? Nou, zo'n dergelijke data science analyse hebben we al gedaan voor de WDOD. En dat zie je ook hier terug in dit dashboard, waarbij je rechts in die ringdiagrammen zie je dan de mogelijke oorzaken van rioolvreemd water terug. Ja, dit is eigenlijk een overzicht van de doorontwikkelingen die op het lijstje staan. We zijn ook heel erg benieuwd naar of er iets bij jullie opkomt. Dus laat het ook vooral aan ons weten. Ik denk dat ik nu het woord teruggeef aan Rie. Ja, want dat was ook deze laatste slide wat mij betreft, ja. Inderdaad. Ik zie in de chat ook allerlei op- en aanmerkingen. Die ga ik ook zeker nog wel even rustig lezen en beantwoorden, denk ik. Dat lijkt me goed. Ik weet niet of daar nu het momentum voor is, maar het is in ieder geval wel heel goed als mensen ideeën hebben om die mee te geven. Mede naar aanleiding van ook nog even rustig nalezen wat er in die presentatie staat. Dat helpt misschien om met tips en trucs te komen om te kijken hoe wij dan gaan doorontwikkelen. En dan zullen we natuurlijk ook afwegingen moeten maken. Wat vinden we een hele belangrijke, die doen we direct, en welke komt later, maar dat zien we dan wel. We zien volgens mij heel veel mogelijkheden om dingen aan elkaar te knopen. Ook zeker in relatie tot het onderdeel van dat data science verhaal. Wat mij betreft laat ik het daar even bij voor dit moment. Super. Dank jullie wel beiden voor deze uitgebreide uitleg, maar ook heel aansprekend. Jullie ontvangen ook om applaus. Gelegenheid voor nog een aantal verduidelijkende vragen of vragen in de chat. Het is sowieso een mooi aanbod dat beiden nog even door de chat heen gaan om vragen te beantwoorden. Ja, ik zag 1 vraag is inderdaad. Je kan als je zometeen de presentatie ontvangt, zit daar een link in. Dan kun je dus zelf ook de dashboard uitproberen. Maar we zijn er ook nu drukdoende om ervoor te zorgen dat
Elk waterschap een link krijgt, of, zodat zij ook uiteindelijk dadelijk de benchmark kan doen. Dus dat is het idee. Daar zijn we nog even druk mee op dit moment. Van de week hebben we daar donderdag volgens mij ook nog overleg over. Maar daar zijn we druk mee om dat te gaan ontsluiten, zodat iedereen er ook als het ware mee gebruik van kan maken. En dan wordt het nog meer een levend ding en dan komen er nog waarschijnlijk meer wensen en ideeën naar boven. Super. Zijn er nu nog mensen die graag een vraag live willen stellen in het of zijn ze goed? Dan ga ik terug naar onze eerste spreker. Dank jullie wel nogmaals. Dan kom ik terug weer bij Fred. Anderhalf uur geleden starten wij met een uitleg. Ja, prognoses, heel belangrijk. Samenwerken ook belangrijk. Je hebt een waterval aan perspectieven gehoord over waar aan gewerkt is, waar aan gewerkt gaat worden. Een nieuw programmaplan met een mooie visualisatie, maar ook een kijkje in de keuken van onze data scientists. En eigenlijk een hele slimme tool die volle potentie heeft. Hoe is het samen te vatten? Of hoe heb jij hiernaar geluisterd vanuit jouw perspectief? Ik ga mijn best doen. Ik zou willen beginnen van als we kijken naar met hoeveel mensen we gestart zijn en hoeveel mensen er zijn blijven hangen, dan doet me dat heel gedeugd. Het betekent dat dit onderwerp echt wel in de belangstelling staat. Ook het aantal deelnemers. Bertie zei aan het begin van het overleg nog van 20 man. Toen zeiden we, nou, volgens mij wel een man of 70. Dus Bert, je hebt ze allemaal vast kunnen houden. Dus compliment daarvoor. Aantal dingen die ik tijdens de diverse presentaties en tegenkwam. Maar in ieder geval hartelijk dank nog ook van alle sprekers. Ik ga ze niet bij naam noemen, want dan vergeet ik er vast eentje. Hè. Zo gaat het vaak ook. Maar ik denk gewoon, als je over het algemeen bekijkt, de enthousiasme die bij de sprekers in ieder geval bij mij overkwam. En ik denk ook dat veel mensen zijn blijven hangen, want het is op het eind van de dag, we zitten allemaal thuis. En we zijn toch blijven hangen met elkaar, dan is dat toch wel iets, een compliment ook voor de sprekers, maar ook met alle werkgroepen die erachter zitten. Dus dat geeft mij als Bert, volgens mij kan ik het zeggen, als beoogd voorzitter straks ook van de stuurgroep, zie ik dat wel echt zitten om hier verder mee te gaan. Aantal zaken die voorbij kwamen waren natuurlijk ook data. Alles was doordrenkt met data. Maar ook verbinding. Hoe leggen we de verbinding met elkaar? Met de verschillende partijen die erin voorkomen. Ook de waterbedrijven werden ook specifiek benoemd. Ik kom het in landelijk overleg nog wel eens tegen van, hey, hebben de waterbedrijven daar nou gemeentes? Weet je, dat vinden we normaal. Maar ook de waterbedrijven zijn een belangrijke partner in deze. Maar ook de samenwerking die alle clubs toch met elkaar gedaan hebben. Rien noemde hem nog even. Hè? Ook dingen ontstaan zelf ook soms uit Rijn-Oost. Met de laatste applicatie die we hebben. Maar je ziet gewoon dat er ontzettend veel gebeurt. Daardoor is het ook goed om deze kennis met elkaar te delen. En ook vervolgens te kijken van oké, hoe kun je ook binnen je eigen waterschap hier ook verder mee. Nou, alle sprekers, maar ook de stuurgroep zal daar alle energie in steken om ook jullie collega's, maar ook de beslissers daar goed in mee te nemen. Kwam toen straks al even een planning voorbij, ook om het vervolg van het programma, om daar handen en voeten aan te geven. En er zullen knopen doorgehakt moeten worden. Dus dat er even bij. Veel energie in de groep. Ik had nog wel een vraag. Van, en ik weet niet of dat kan, maar dan schiet Maarten wel in. Zien jullie ook nog dilemma's en wat zouden jullie ons als stuurgroep dan mee willen geven? Heel goed. Zien jullie nog dilemma's en wat zou je de stuurgroep mee willen geven? Kou er even op, want ik wilde jou nog ook eentje. Er komt ook in het verhaal van Rien. Enorm scala aan doorontwikkelmogelijkheden, maar ook een stuk. Ja, we moeten ook keuzes maken. Hè? Welke definitie op een droge dag pakken we nou? Hoe gaan we naar, is het nou uniformering, standaardisering? Willen we het nou landelijk? Of welke bandbreedte willen we als waterschap houden? Daar zit heel veel keuze in. Hoe denk je daarover? Ook in die nieuwe opzet.
Ja. En dan komen we zo even op de rondje dilemma's, opgaven die de deelnemers ook hebben. Nou ja, dat zou ook tevens een van de dilemma's kunnen zijn natuurlijk zo meteen in de stuurgroep ook, van hoe ga je daar keuzes in maken. En ik ga ervan uit, er is zoveel kennis binnen die waterschappen, daar komt zo meteen, worden daar goede adviezen voorgelegd ook aan de stuurgroep, hè, van waar kies je voor. Ja. Maar niet kiezen is geen keuze. Dus wij zullen een keuze maken waarin we eigenlijk zo goed mogelijk de afweging maken om het te doen. Hè? Zodat iedereen ook gebruik kan maken van de applicatie, maar ook van de opzetten die we hierin willen vertegenwoordigen als alle waterschappen en de partijen die er ook omheen zitten. Dus daarom ook die samenwerking. En ja, je zult ergens een keer de keuze moeten maken. Nou, dat is een uitdaging of misschien een dilemma voor de stuurgroep straks zo. Heel goed. Emiel, die introduceerde hem al. En Ronald gaf een kijkje in die nieuwe programmaplaat. Eigenlijk de visualisatie met 3 grote sporen. Data, rekenmethodiek en tooling. Wat zijn nou de opgaven die jullie graag hier nog op aan willen scherpen? Wat wil je nou de stuurgroep of de beslissers dadelijk meegeven? Wie roept? Wie wil? Het is een suggestie, dus voel je niet geremd van hier moet direct iets van gevonden worden of ik moet dit onderbouwen met een hele prognose. Nee, gewoon wat denk je van hey, dit is nou relevant of dit wil ik graag meegeven? Ik weet niet of dat goed past, maar ik zou wel mee willen geven dat er wel bediscussieerd wordt, gesproken wordt. Niet alleen met een, ik noem het maar even de oogklep afvalwater of oogklep data of afvalklep nieuwe stoffen, maar dat integraal wordt beoordeeld. Dat we wel op die manier blijven denken. Want dan komen we stappen verder. Anders dan blijven we ergens in een hokje hangen. Ja, mooie aanvulling, Rien. Ik denk dat dat ook een trend is die je nou breder ziet. Ik ben zelf ook al heel wat jaren werkzaam bij het waterschap, waar je voorheen zag dat we toch wel in de hokjes zaten. Hè? Wij van de afvalwaterketen of wij van watersystemen of van waterveiligheid, zie je nu ook die integraliteit. Je kunt het niet meer loszien van elkaar. Ook de opgaves waar ik mee begonnen met mijn verhaal. Het is zo'n integrale opgave die ook niet alleen binnen het waterschap zit, maar veel breder is, waar je deze maatschappelijke opgave hebt. Dus volgens mij, Rien, is er geen keuze meer om in die hokjes te denken. En dat zal best nog wel een uitdaging zijn, hè, om dat iedere keer te doorbreken. Maar ik zie dat we daar grote stappen aan het maken zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het goed is om hem vast te houden, inderdaad. Ja, nee, absoluut. Absoluut. We nemen hem mee. Fred, ik zie Wijnand in de chat. Slechts een aantal waterschappen leveren data aan in de GWSW-server. En eigenlijk is dat een symptoom van, we willen allemaal wel mee ontwikkelen, maar puntje bij paaltje het ook gaan doen. En dat is natuurlijk de ondertitel van de nieuwe programmareeks is naar een nieuwe praktijk. Dat betekent dat je resultaten oplevert om te gaan toepassen, want dan leveren ze waarde op. Dat is ook een hele spannende, want dan kom je een beetje aan de implementatie en toepassing en naar het eigen huis van zo'n waterschap. Hoe kijk je daarnaar? Dat lijkt me een behoorlijke opgave. Stel je die in mijn maten nog aan Rien? Ja, aan jou eigenlijk al. Ja, maar je mag hem ook doorpassen hoor. Oh, dan kaats ik hem gelijk weer terug. Ja, daar zit een uitdaging. En ieder waterschap heeft daar natuurlijk zijn eigen afwegingen die hij daarin maakt. Maar ook gemeentes die afweging daarin maken. Alleen wij zullen daar stappen in moeten maken om die gemeenschappelijkheid te doen. Hè? Als je ook kijkt bij het gebruik van Z-info, maken we stappen om te zeggen alle waterschappen zijn aangesloten. Iedereen is bijna aangesloten, maar we zijn nu in gesprek met de waterschappen die nog niet aangesloten zijn om dat te doen. Het zijn soms ook van die natuurlijke momenten om te zeggen, oké, nu maak ik die stap. En dat moet je ook respecteren. Ik bedoel, iemand dwingen gaat ook tot niets leiden. Maar je successen delen waarin je laat zien wat het oplevert, en dan krijg je die gemeenschappelijkheid wel. En dat zijn soms lange wegen waar langs je moet wandelen. Maar bij het waterschapshuis hebben we die discussie natuurlijk ook. Maar ik zie dat iedereen wel inmiddels in de gaten heeft dat je deze dingen alleen niet op kunt lossen. Nou, dat is soms een bewustzijn. Maar dwang
is voor mij niet de weg waarlangs je het moet doen. Mooi. Er ligt een mooi voorzetje, een voorstel voor een nieuwe fase van het programma, waarin jouw oproep van jongens, doe mee als waterschapper, maar niet gewoon een beetje hangen, maar kijk ook wat je daar echt in kan bijdragen. En misschien ook wel te doen hebt in het betrekken van je collega's. Ja, we hebben twee mooie inkijkjes in gave projecten gezien. Er komen er meer. We gaan ze delen op de website. En er komt een nieuwsbrief aan. Nog een keer de oproep van meld je ook aan voor die nieuwsbrief. Want dan kun je ook makkelijker bijvoorbeeld die oproep van Melle en Jonathan in je bus krijgen. Of de vragen die Valerie en Rien stelden. Dus dat maakt het aansluiten makkelijk. Nog leuker is dat we binnen de website van stoa.nl/afvalwaterprognoses per waterschap eigenlijk een kleine beeld willen maken van dit is jouw waterschap en zo ben je op prognoses verbonden. En dan zien we niet alleen Wijnand bijvoorbeeld of Emiel of Fred, maar ook zijn collega's en een soort van dit is waarom ik meedoe. Het is leuk als jullie die informatie aanleveren. Jullie krijgen ook daarvoor nog een oproepje. Maar als je alvast wat hebt, graag naar prognoses@stoa.nl. Dan gaan we dat ook steeds mooier maken. Want die community die gaat groeien. Omdat we zien dat die impact eigenlijk begon Fred daar al heel mooi mee. Het is niet meer alleen een afvalwateraanbod om een zuivering te dimensioneren. Het gaat over veel en veel meer. Dus dank ook voor die oproep. En misschien nog... Jij bent beoogd voorzitter, zei je net. In ieder geval een voorname rol in zo'n stuurgroep. Hartstikke goed. Maar ik ben wel heel benieuwd, wat is er dan over een jaar waarvan je denkt, we zijn nu lekker op stoom. En dit is dan het volgende wapenfeit waar ik wel echt blij van zou worden. Oh jee, nou daag je me uit. Jazeker. Dan ga ik even ruimte kopen nu om je antwoord op te geven. Ik heb nog een andere vraag aan de groep. Ik heb begin deze week een seminar bijgewoond. Dat is de digitale leerlijn van het waterschapshuis. En een van de onderwerpen was ethiek. En ethiek is natuurlijk, we denken altijd dat zit in het bakje van de filosofen. Maar ethiek speelt een hele belangrijke rol bij dit soort keuzes die je moet gaan maken. Dus wij als management volgen wij die digitale leerlijn. Ik kan het iedereen aanraden om hem te gaan volgen. Want ook bestuurlijke keuzes zullen hier gemaakt moeten worden. Waar wil je op sturen? Waar wil je keuzes in gaan maken op de langere termijn? Dus dat is ook een bestuurlijk vraagstuk. Maar ook als manager of als medewerker zul je daar naar moeten kijken. En dan heb ik het niet over de ethiek van wat er nu bij Ajax en andere zaken allemaal gebeurt. Maar over ethiek van hoe gaan we met onze data om. En hij heeft mij echt getriggerd om daar eens goed over na te denken. Ook de discussie met mijn bestuur aan te gaan daarover. Om ze daarin mee te nemen. Nou, dan heb ik nu tijd gekocht en inmiddels ook nagedacht. Dat is een mooie oproep. Hè? Ook een mooie oproep voor dat een onderwerp waar we eigenlijk te snel overheen stappen. Heel goed. Absoluut. Dus volg die digitale leerlijn, daar komt hij ook mooi in terug. Ik zou het mooi vinden als wij zometeen de doorontwikkeling van de activiteiten die we nu gezien hebben. En dat we ook tot een goede programmering komen. Dat we ook besluitvorming doen. Dat kan soms ook nog wel eens in de waterschapswereld wat lang duren. Maar dat we gewoon een goede programmering krijgen voor 22 tot en met 24. Waarin we ook echt met wapenfeiten komen en dingen kunnen laten zien. Van hoe wij als integraal, met name het integrale, neer kunnen zetten met elkaar. Want dan laat je echt iets zien. Aan de waterschapswereld, maar ook aan de wereld erbuiten. Super. Nou, we gaan kijken hoe dat concreet ingevuld gaat worden, omdat we samen die kant uit gaan. Dus we zijn er allemaal bij. Dank ook voor jouw gastheerschap en bevlogenheid voor dit onderwerp. Alle sprekers, dank. Maar ook vooral alle deelnemers. Hè. Zeg het voort. Jullie krijgen nog mails. Dit was het webinar op de COP, die we dit keer nog digitaal hebben. We kijken er naar uit om het weer fysiek te doen. Hebben daar allerlei toffe ideeën voor. Dus wellicht in mei een kijkje in elkaars keuken over hoe we met die prognoses eigenlijk bezig zijn. Om van elkaar te leren. En weer een keer het glas of de bitterbal of de kroket, hè Bert, is het. De kroket met elkaar te heffen.
Dank u wel voor vandaag. Dit was het voor de COP afvalwaterprognoses. Maarten, bedankt voor je prima facilitatie. Graag gedaan. Ziens. Ja, in rioleringsland worden kroketten gegeten. Hè?